Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag heb ik te gast Geert en Waling. Geerten. Hey Jelle. Leuk dat we elkaar hier een keer zien. Zeer dank voor de uitnodiging. Ja, je hebt een stuk geschreven in de biografie van... De politieke biografie van Meindert Venema over Geert Wilders. Daar heb je een geweldig nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Ja. Het boek is opnieuw uitgebracht. Meindert had het zelf in 2016 ook al een keer gedaan. Ja, het boek komt oorspronkelijk uit 2010. Toen heet het nog Geert Wilders, de tovenaarsleerling. Meindert heeft zelf... In 2016 een geactualiseerde versie gemaakt van tot 2016 het leven van Wilders, vooral het politieke leven van Wilders. En helaas is Meindert Venema ons vorig jaar juni 2023 ons ontvallen. Hij heeft ook wel eens bij De Nieuwe Wereld gezeten. Mooie gesprekken, kan het iedereen aanraden om op te zoeken. Hij heeft dus zelf de verkiezingsoverwinning van 22 november niet meer mee kunnen maken. En zijn weduwe en de uitgeverij hebben mij gevraagd om een laatste hoofdstuk te schrijven over die 7 jaar vanaf 2016 eigenlijk, die ontbreken in dat boek. En dat is uitgegeven onder de titel De Wreker. En ik ben er erg blij mee, echt trots op dat ik dat mocht doen. Ik kreeg ook van Intimie te horen dat het redelijk in de stijl van Meindert was. Ja, dat vind ik ook. Dankjewel. Geen echte stijlbreuk. Dus ik heb het geprobeerd in mijn eigen stijl te doen, maar wel indachtig de uitzonderlijke kwaliteit van Meindert om goed leesbare, geestige verhalen op te schrijven die de mensen nog niet kenden. Althans, er zijn een aantal dingen die ik heb geprobeerd te boekstaven die gewoon bij de geschiedenis horen. Dus de verkiezingen sinds 2016, de overwinning van Trump, hoe Wilders daarmee omging, et cetera. Maar dat heb ik geprobeerd te larderen en aan te kleden met anekdotes en feitjes die mensen nog niet kenden. En je hebt heel, heel goed en bescheiden gedaan. En vind je het zelf ook leuk om recente geschiedenis te schrijven? Ja, als historicus is het best grappig. Want je hebt het gewoon zelf meegemaakt. Ja, ik kreeg de opdracht eigenlijk om het te doen. En daar heb ik 2 weken de tijd voor gehad. Dus dat was eigenlijk... Wat? Heb je dit in 2 weken gedaan? Dat hoofdstuk, ja. Ja. Oh, dat is heel dag en nacht geschreven. Ik heb vrijgenomen van mijn werk bij Elsevier. Want zo kennen we je tegenwoordig, hè? Ja, ik ben journalist geworden. Journalist. Je bent al echt een publieksintellectueel. Maar je hebt ook een baan bij Elsevier. Ja, ik heb ook een baan bij Elsevier. Excuus mijn... Dit is precies... Het is grappig dat je dat zegt, want het is de wekker dat mijn vergadering begint. Wekelijks. Ik heb me afgemeld inmiddels. Maar dat is elke week op vrijdagochtend. Hm. Ik ben deels journalist. Deels ik schrijf nog steeds columns, essays. Ik ben nog steeds bezig met een boek. Een eigen boek over de founding fathers van Amerika. Daar kom ik graag ook nog een keer over praten. Ja. Maar dit was echt een leuk tussendoortje voor mij om te doen. En natuurlijk heel bijzonder, omdat je als historicus maak je de geschiedenis mee, wat je zegt. Ja. En 22 november, 37 zetels voor de PVV. Een kwart van de Tweede Kamer is van de PVV, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is natuurlijk wel iets historisch. En als je dan de kans krijgt om dat uit te diepen door de laatste 7 jaar van die hoofdpersoon van die Geert Wilders te gaan onderzoeken. Die je altijd al een beetje gevolgd hebt natuurlijk. Ja. Dat is wel heel leuk. Maar het zit ook in die zin wat dicht in de huid. Je bent ook wel een intellectueel die kritisch tegenover het establishment staat. Kritisch tegenover de schrijvende NRC Volkskrant elite al jaren. Ja. En Wilders die tapt op een bepaalde manier uit hetzelfde vaatje. Dus je begrijpt ook dat electoraat wel. Het electoraat begrijpt... Je schrijft niet voor niks voor Elsevier. Je podcast ook een beetje in die richting. Ja, ik zou zeggen... Of vind je dat ik je dan te makkelijk als recht profileer? Ja, precies. Rechts is ook een heel makkelijke term. Ik voel mezelf nooit zo rechts. Ik ben denk ik echt liberaal. Of Meindert Venema zou zeggen democraat. Dat voel ik echt met hem gemeen. Terwijl hij echt heel duidelijk GroenLinks'er was met een CPN-achtergrond. Maar ik heb het gevoel dat ik vooral boven alles democraat ben. Hij had er spijt van, hè? Dat hij aan die kant van GroenLinks had gezeten. Meindert? Ja. Hij noemde zichzelf ook een bekeerling. Hij was echt tot democratie bekeerd. Ja, klopt. En hij geloofde in de verdere democratisering van de democratie. Precies. En hij had ook al de CPN had hij mede helpen destaliniseren. Hij geloofde echt in de democratie. En ik moet ook zeggen, als mensen zeiden dat ik rechts was, dan zei hij onzin. Volgens mij zei hij ook zoiets van een democraat. En dat vond ik wel een heel mooie titel. Omdat je eigenlijk... Wilders is zelf natuurlijk ook helemaal niet zo rechts. Althans, de PVV is niet zo rechts. In heel veel opzichten. Ja. Kijk maar naar het debat over het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Ja. Daar zou de PVV enorm voor zijn. Dit heb ik wel veel geleerd uit het boek. Dus mijn beeld van Wilders is echt veranderd. Ja, vertel me. Ook op het rechts-links vlak? Ja, absoluut. Ja. Ja, bijvoorbeeld dat hij in de gedoogtijd, dus in Rutte 1, eigenlijk allemaal rechtsbeleid mogelijk heeft gemaakt. Ja.
In de zin van afschaffen van, van solidariteitsmaatregelen van werknemersverzekering. Is dat, dat wist ik bijvoorbeeld niet. Daar zit heel dubbel in eigenlijk. Hè. Hij is eigenlijk altijd binnen de VVD ook met zijn... hij werkte bij de sociale verzekering, sociale verzekeringsbank geloof ik. Afdeling. En daar was hij een enorme... hij was hij eigenlijk een rechtse VVD'er in dat opzicht. Maar met de PVV heeft hij altijd een sociaal-economisch links beleid gevoerd. Voor de arme mensen, voor de gewone mensen... althans, heeft hij beleden met de tong. Ja. En tegelijkertijd heeft hij in Rutte 1 inderdaad heeft hij dat voor elkaar gekregen. Ja, dus dat zijn momenten. Daarom is het leuk om biografieën te lezen, vind ik. En politieke biografie, omdat het toch ook laat zien dat het beeld in het publieke domein, op tv en zo, dat is toch eenzijdig op zo'n man. Ja. Voor een deel omdat hij geframed wordt, maar voor een deel omdat hij gewoon zichzelf framed. Hij is heel goed in zichzelf positioneren. En we gaan even over de orde van het gesprek. We hebben iets langer, want je hebt veel te vertellen. En ik dacht, ik zeg het wel even vast naar de kijkers. Want ik heb je uitgenodigd om dat dit boek, dit is echt de moeite van het bespreken waard. Mm-hmm. Dus we gaan het wat mij betreft hebben over waar komt hij nou vandaan? Hoe zat het met de VVD? Wat is het nou met die gedoogperiode gebeurd? Waarom mislukte dat? Ja. Hoe verhoudt hij zich tot Bosma? Heel, heel interessant. En vooral natuurlijk de recente tijd, jouw hoofdstuk. Ja. Jij zet hem toch een klein beetje neer als een... ik wil niet zeggen als een dictator, maar je spreekt echt van zijn management of fear. Ja. En wel van de fractiedictatuur. Ik vind helemaal niet dat je een oordelende toon hebt. Misschien ietsje meer dan Venema, maar je laat gewoon in je woordkeuze wel zien dat ik ben echt geschrokken van het hoofdstuk, maar daar komen ze meteen op uit. Ja, ja. Maar ik wil het wel hopelijk ook een beetje ruimte maken nog om jouw brede, om het boek ook te zien in het kader van jouw bredere oeuvre over democratie. Je hebt geschreven over hoe gemeenten democratisch zijn, dus hoe de democratie dicht bij het volk ligt. Je hebt geschreven over de grote revoluties in de 19e eeuw rond 1848. Dan weliswaar over Frankrijk en Duitsland, Berlijn en Parijs. Ja. Maar het is ook in Nederland op een bepaalde manier niet helemaal voorbij gegaan. Zeker niet, nee. En je hebt veel gedaan over afsplitsers, zetelroof, zoals jij dat noemt. En dat wilde ze natuurlijk zelf ook iemand die een afsplitser is van de VVD. Dus zou je jou even kunnen typeren als... Je schrijft gewoon eigenlijk in de volle breedte historisch, sociologisch over democratie. Ja. Over de ontwikkeling van democratie. En dat is een hele goede samenvatting eigenlijk. Ja. En dan het grappige is dat voor dat zetelroof heb ik een aantal casussen uit de afgelopen eeuw van de Nederlandse parlementaire geschiedenis genomen. En Wilders is geloof ik een van de laatste hoofdstukken daaruit in dat boek. En dat hoofdstukje heb ik weer grotendeels gebaseerd op de biografie van Meinert Venema. Omdat ik toen in tijdnood kwam, dat heb ik vrij veel daaruit geput. En dat met netjes, natuurlijk met bronvermelding. Nou. Maar toen zei Venema wel van, ja, leuk boek. Ja. Ik zie dat ik een goede inspiratiebron ben geweest. Dat vind ik extra grappig dat ik dan het boek nu van hem weer heb kunnen aanvullen. Maar om daar meteen maar één dingetje over te zeggen, van het valt op dat zetelroof eigenlijk niet snel lukt. Afsplitsen is geen goed idee eigenlijk. Wilders is ongeveer het enige echt grote succesvolle voorbeeld van afsplitsen tot nu toe. Denk heb je natuurlijk ook wel met Kuzu en Öztürk gehad. Is ook ingezakt weer. Dan bestaat nog wel als partij. Natuurlijk. Pieter Omtzigt? En Omtzigt is trouwens, goed dat je het zegt, hij is eigenlijk natuurlijk ook een als afsplitser. Maar die was ook als CDA al zo, heeft zo'n naam gemaakt voor zichzelf. Ja. Wat is een beroemd geval van mislukte afsplitsen? Tegen Heugen en Meug dat nieuw sociaal contact heeft opgericht, heb ik het gevoel. Maar ik zou hem daarbij bijna vergeten. Het electoraat wilde het. Ik zou hem bijna vergeten dat hij inderdaad ook een afsplitser was. Ja, ja. Ja. Wat zei je als... is een beroemde mislukking? Mislukte afsplitser? Nou, Bontes en Van Klaveren met VNL. Dat was van de PVV, hè? Dat was van de PVV. Daar hebben ze nog van alles geprobeerd. Tot met Bram Moskowitz en zo, om daar leiding aan te geven. Maar dat is niet gelukt. Ah. Jan Roos geloof ik ook nog en zo. Die hebben nooit een zetel gekregen. Bij wie kwam die uit dan, Jan Roos? Die voegde zich bij... Die ook op een gegeven moment bij die partij. Maar die hebben heel veel leiders. Die partij heeft heel veel leiders en heel weinig zetels gekregen, zal ik maar zeggen. Je hebt een aantal van die beroemde... 21 van Forum? Dat is trouwens wel nog een succesvolle inderdaad. Althans, één zetel. Ze hebben nu één zetel in de Tweede Kamer. Maar vergeet niet dat ze ook in de Eerste Kamer in de Provinciale Staten zitten. In de gemeenteraad van Amsterdam. Ja. En best wel veel namens bekend. Ja, en best wel namens bekend. Annabel Nanninga en Joost Eertman zijn bezig. Dat zou nog kunnen zeggen. Dat is nog een beetje dat aan de toekomst om te kijken wat dat wordt of dat een succes wordt. Maar als we er zo door over associëren, dan is het toch eigenlijk wel een goed idee om af te splitsen. Want het is echt heel vaak goed idee. Het is heel vaak gebeurd, vaak ook door mensen die helemaal niet ambitie hadden om in de politiek te blijven, maar die graag hun termijn wilden afmaken. Ofwel omdat ze met iets bezig waren wat ze belangrijk vonden, ofwel omdat het salaris wel beviel. Schadeloosstelling, zoals dat heet. Je krijgt ook meer wachtgeld hoe langer je in de Tweede Kamer hebt gezeten natuurlijk.
Ja, dus je ziet ook free dat... Free riders zijn dat. Ja hoor, zeker. Je hebt bijvoorbeeld het voorbeeld van Ali Lasrak van de SP in 2004. Nou, die weigerde zijn schadeloosstelling af te dragen aan de partij. Ontving wel partijsalaris. Want bij de SP is dat afspraak. Je levert je de beloning in. Dan krijg je een gematigd salaris voor terug van de partij. Dat weigerde hij. Dus hij ving al dubbel geld. En toen kreeg hij ruzie met Jan Marijnissen daarover. En toen is hij uit de fractie gestapt. Is hij nog in de Tweede Kamer blijven zitten. Niet meer opkomen dagen ook. En is hij naar Marokko gegaan. Is hij daar, ik geloof, het geld uitgegeven aan allerlei dingen die Allah verboden heeft. En, over integriteit gesproken. En heeft toch een radiostation opgericht en zo. Is inmiddels overleden. Maar dat is een van de voorbeelden van je echt wel duidelijk kan zeggen. Dit was echt wel iemand die ervan profiteerde. Ja. Die het niet deed om ideële overwegingen. Oké, laten we dan eerst naar Geert gaan. Dan weten we in ieder geval in welke brede kader we het nog kunnen bespiegelen allemaal. Als we toch maar beginnen even bij het begin. Dus bij Mijn het Venema's deel. Bij de geschiedenis van Geert zelf. Wat een van de dingen die mij opviel in het boek, is dat hij eigenlijk in de VVD best wat voorstelde. Geert Wilders was best een mannetje in de VVD. Ja. Hij was een belangrijke sparringspartner. Ja. En waarom het me opviel is dat het zat daar vol met hoogopgeleide, intellectuele, hoogdravende figuren. Ja, waren het intellectuele zo'n Bolkestein is natuurlijk ook wel bekritiseerd om zijn grote stappen snel thuis boeken. Bolkestein was, maar hij kon schrijven, hij kon redenvoeringen ophouden, hij kende de geschiedenis, hij begreep academici, Bolkestein was wel een beetje het meest intellectueel wat je binnen de VVD kon krijgen, denk ik. Zo'n Hans Hogevors bijvoorbeeld? Ja, nou die was natuurlijk toen nog heel, heel jong inderdaad, maar die waren van die slimme, snelle jongens rondom Bolkestein, dat clubje. En daar wilde Wilders heel graag bij horen. Dat is Frans Wekers, zat daar geloof ik bij. Frans Wijsglas. In die fractie rondom Bolkestein in de Tweede Kamer. In die eind jaren 90 zaten gewoon een aantal slimme types. Mark Verheijen komt dan ook al op in de VVD als een jonge belofte. Maar wat ik het leuk vind in het boek is dat inderdaad de smaak is eerst van Geert Wilders wilde graag bij horen. Ja. En zo, dus dat verwacht je ook als lezer. Maar eigenlijk binnen twee pagina's heb je al door van het is een enorm werkpaard. Ja. Die sollicitatie van hem die gaat eigenlijk vrij soepel. Ja, dus hij wordt gewoon toegelaten in de gelederen. Terwijl ook dan is het eigenlijk toch een veel eenvoudigere figuur. Hij is niet bezig, hij is niet heel studieus. Nee. Hij heeft ook niet een soort bijzondere carrière achter de rug. Nee, het is een dossiervreter. Hij komt dus uit de sociale verzekeringswereld. Hij heeft daar heel veel kritiek op hoe dat geregeld is. Hoe de toezicht eigenlijk door de betrokkenen in die wereld zelf wordt geregeld. Het slager keurt zijn eigen vlees. Dus hij is daar heel kritisch op. Hij wil eigenlijk schoon schip maken. Hij is op dat terrein een enorme dossiervreter. Gaat bij de fractie werken van de VVD. Nog heel even dat sociale verzekeringsstelsel. Wat is dat nou concreet eigenlijk? Dat heb ik me daar helemaal niet in verdiept. Dus ik heb geen idee hoe hij daar in werkte. Maar hij werkte bij de toezichthouder op het gebied van die sociale verzekeringen. Ja, ja. En de spelers in dat veld waren eigenlijk ook degene die toezichthouder samenstelde. Dus die, even kort gezegd, hij werkte voor een soort raad van die de wereld moest controleren. Ja, precies. Dus hij was niet bezig met het verstrekken van uitkeringen, maar hij hield zich bezig met beleid. Dat ging over dat bij de verschillende sociale partners. Ja. Inclusief. Volgens mij was dat het. En daar op die ticket is hij bij de VVD als specialist geloof ik aangenomen. Dan moet je hem even ten goede over de precieze inhoud van dat dossier. Want dat heb ik nooit in verdiept. Maar dat was zijn sterke kant. Toen betoonde hij zich binnen die VVD als fractiemedewerker. Best wel een dossiervreter. Hij is ook gemeenteraadslid in Utrecht geworden een tijdje. Ja. Hij is nog met Jan van Zanen in de fractie gezeten in Utrecht. En is toen op die manier zo binnen de VVD vrij snel opgeklommen naar het clubje van Bolkestein waar hij graag bij wilde horen, maar eigenlijk hoorde hij daar niet bij. En dat is een beetje de rode draad door zijn VVD-tijd. Hij, Mijn het Venema schrijft in dat hoofdstuk over een glazen plafond waar hij tegenaan liep eigenlijk. Ja. Hij werd een mannetje, wat je zei, in de VVD. Maar Wilders werd nooit echt helemaal, paste er nooit helemaal bij. Misschien kwam het om het feit dat hij Limburger was. Misschien kwam het omdat het feit dat hij wat minder studieus of wat minder intellectueel was dan die anderen. Of wat minder de maniertjes kende. Hij was ook niet bijvoorbeeld, misschien omdat hij niet bij de juiste studentenvereniging was geweest. Zoals de anderen in de VVD misschien wel waren. Ik weet dat niet precies. Ja, tegelijkertijd maar ergens was het een outsider. Ja. En hij kon op een gegeven moment ook staatssecretaris worden. En het is hem toch niet gegund door Gerrit Salm. Heeft hem toch uiteindelijk niet benoemd. Hij was daar de gedroomde staatssecretaris voor sociale zaken, neem ik aan. Was hij ervoor.
En dat werd toch hem niet gegund. Ja. Uiteindelijk heeft hij ook, denk ik ook in dat opzicht, Mark Rutte als een concurrent al vrij vroeg gezien. De jonge Mark Rutte in de VVD. Grappig genoeg was dat iemand die wel natuurlijk alle deuren open zou gaan op een gegeven moment. Dus ik denk dat hij ook nadat hij afgesplitst was, dat er altijd een soort wraak, misschien dat ook wel de titel De Wreker daarop kan slaan. De titel heeft meerdere betekenissen, maar De Wreker is in dit geval ook wel iemand die zichzelf wreekt omdat hij bij de VVD nooit echt voor vol werd aangezien, terwijl die wel heel belangrijk was. Ja, en dat vond ik dus een van de verrassende stukken aan dit stuk van Meindert, dat hij dus wel heel belangrijk was. Jij krijgt toch een beetje het idee, dus zo is hij ook geframed van een bluffer of zo, die daar een tijdje rondliep. Ja, een beetje loser en zo. Dat is ook binnen de VVD, ze hebben ze dat ook wel lang zo willen doen lijken, omdat hij natuurlijk ze afsplitste en ook een geruchte concurrent werd op het recht. Ja, en op een gegeven moment, ik dacht dat het met Josias Aartsen was. Dat ook. Dat en van Aartsen was daar zeker in, ja. Ja, dat het echt duidelijk is dat hij als Aartsen dan een carrièreaanbod dacht ik krijg. Maar misschien haal ik nou dingen door elkaar. Nee, volgens mij klopt het wel, want dat hij naar Europa kan of in Nederland kan blijven. Ja. Binnen de VVD, dat Wilders toch een sparringspartner blijkt voor zo'n belangrijke figuur. Dat zeker. Hij de auto pakt naar Venlo en daar Geert Wilders als klankbord gebruikt. Ja, ja. Om te beslissen over zijn eigen loopbaan. Ja. Als je dat nou... Als je het van een afstandje daarnaar kijkt, zou je de verhoudingen niet zo inschatten. Dat klopt. Dat Wilders de gevoeligheden van de partijcarrière kent. En ook begrijpt wat het liberale gedachtegoed is. En dat hij daar dan zo'n rol in speelt. Dus ja. Dat is niet meer iemand die zich in moet werken. Of en dit zo. Was de jonge Wilders. We hebben het nu over meer dan 20 jaar geleden. Hè? Dat is echt bijzonder. Ja. Ook als je kijkt hoe zijn politieke pad later is geweest. Natuurlijk is het heel moeilijk om naar de geschiedenis te kijken zonder de kennis van achteraf. Als je kijkt hoe hij zich opstelde, ook richting de VVD en richting het establishment sindsdien. Dat is echt, hij was daar bijna onderdeel van. Hij was daar eigenlijk al onderdeel van. Ja. En hij, het is... De breuk met de partij kwam eigenlijk ook om. Bolkestein liet eigenlijk de VVD in de steek. Toen hij eurocommissaris werd. Hè? Dijkstal heeft het overgenomen. Een heel slap verhaal. Hmm. Wat eigenlijk vooral de linkervleugel van de VVD bediende. Maar niet. Ja. Zeker niet die grote, wat rechtsere achterban van ondernemers. Ja. Dat was echt. Dat is een sowieso, vond ik ook heel interessant aan die fase. En sowieso dit boek. Dus het gaat niet alleen maar over Wilders, maar ook over alle mensen eromheen en hoe de politiek zich ontwikkelt. Maar twee dingen vielen me op. In de eerste plaats, dus hoe belangrijke individuen zijn. Dus zo'n Bolkestein vertrekt. En het valt een heel vacuüm. En de VVD gaat gewoon door. Dus het is niet... En Elijn Bolkestein was natuurlijk kritisch op multiculturele samenleving, op immigratie, keihard integratie afdwingen. Ja. Niet weg met het cultuurrelativisme, trots op de joods-christelijke humanistische traditie. De eloquentie waarmee die sprak. Ja. Dus ook in de vorm vervlakte de VVD. Ja, allebei. Ja. En dat hing dus heel erg op die persoon. Ja. En het tweede wat me opviel, misschien ook een reflectie erop, dat die Bolkestein dus... Ja, ik bedoel, toen was ik ook een stuk jonger, dus ik heb het allemaal niet zo bewust meegemaakt. Maar Venema noemt het de buitenboordmotor van de VVD, omdat hij gewoon in de Kamer bleef zitten. Ja. Terwijl de VVD dus meeregeerde in paars. Buitenboordmotor van de coalitie dan? Ja, van de coalitie, ja. Van de paars, ja. 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 Waardoor hij als een soort, nu spreken we daar wel terughoudend over in relatie tot Omtzigt. Hè? Dat we zeggen, ja Pieter, je moet wel echt, moet je niet minister-president zijn of minister. En dat Pieter Omtzigt zelf zet, toch wel aanzet ook. Of van ja, misschien moet ik eigenlijk in de Kamer blijven om kritiek te kunnen beoefenen. En dat juist Bolkestein, die zo beroemd is, dat die dat eigenlijk ook deed. Dat is dus een positie die eerder ingenomen is met zoveel succes. Dus nou, dat kan. Dat zie je dus ook terug in deze formatie die nu gaande is. Met Wilders natuurlijk als grootste. Maar de VVD, Omtzigt en Van der Plas. Dus ook dus Omtzigt en Van der Plas. Dat eigenlijk, je zou het scenario wat ik zie gebeuren, als de formatie überhaupt slaagt, die kans is klein, maar is aanwezig, dat je dus een extra parlementair kabinet krijgt, waarbij dus de ministers niet uit die topfiguren van die partijen bestaan, maar dus die alle vier in de Tweede Kamer blijven. En ik denk dat het voorbeeld van Bolkestein, voor Wilders, maar ook voor Omtzigt van der Plassen en voor Jessegus, toch een lonkend voorbeeld is van, ja zie je, het kan wel. We hoeven misschien, want Wilders, ik hoor ook op de achtergrond uit die formatie, dat eigenlijk al op tafel ligt dat Wilders toch geen premier kan worden. Er zijn allerlei redenen voor, komen misschien zo meteen nog op. Ja. En dat sowieso Wilders wat dat betreft ook, hij moet misschien ook wel in de Kamer blijven om die fractie van 37 zetels met heel veel onervaren mensen, om die in het gelid te houden.
Dus voor Wilders geldt het al, en misschien voor die andere drie ook wel, dat zij inderdaad een hele sterke coalitiestem gaan vertegenwoordigen in de Kamer. Of een soort oppositie voeren als coalitiepartij. Dat is wel heel denk jij dat, want voor mij was het wel een soort een mooie vondst in het boek. Maar denk je inderdaad dat het in de hoofden van Wilders en Omtzigt echt een historische casus is? Dus dat zo'n buitenboordmotor zijn? Ja, dit wordt echt wel genoemd als een soort Bolkestein. Het Bolkestein voorbeeld is zeker nu in deze tijd een heel aanlokkelijk voorbeeld. Ja. Om je politieke geloofwaardigheid te behouden en toch mee te kunnen besturen. Ja, ja. Ja, en hij vertrok toen toch, hè? Dat is zo gek. Hij is gewoon naar Europa gegaan. Hoeveel politiek potentieel heeft die man ook wel niet laten liggen? Ja, en ik ben geen Bolkestein-expert. Ook geen fan, overigens. Nee, waarom ben je geen fan? Nou, ik vind de rol die hij heeft gespeeld in dat debat in de jaren 90 was heel interessant en heel goed. Denk ik dat iemand was die kritiek durfde te uiten op de multiculturele samenleving. En dat ook goed en eloquent naar voren bracht. Maar daarna vind ik eigenlijk dat hij de VVD in de steek heeft gelaten. Hij is wat dat betreft ook Nederland in de steek gelaten, kan je een beetje pathetisch zeggen. Ja. En je kunt zeggen, ja, hij is eurocommissaris geworden, heel belangrijk. Maar ik weet eerlijk gezegd niet op te noemen wat hij heeft bereikt als eurocommissaris. Er schijnen wat regelingen te zijn die door Bolkestein zijn ingevoerd. Ik heb er heus wel eens een keer wat over gelezen en gehoord. Maar ik denk eerlijk gezegd, als je kijkt naar de erfenis van Bolkestein, dat hij toch vooral de VVD in chaos heeft achtergelaten met die Dijkstal. Zalm en Van Aert, die allebei niet wilden kiezen of ze nou leider wilden worden of niet. Geert, wat een schitterende uiteenzetting. Dit is helemaal herkenbaar. Dit is eigenlijk, nu jij dit zo zegt, heeft ons inderdaad in de steek gelaten. Hij is verder een soort bureaucraten jobfiguur geworden met belangrijke baantjes en vergaderingen waar iedereen van denkt, dat is toch alleen weggelegd voor de grijze middelmaat. En later had hij nog wel een paar heeft Bolkestein zich daaraan gelaafd? En later had hij wel een paar sterke momenten nog, hoor, toen hij al wat oud in met pensioen was, omdat hij nog wel eens dat hij dan bij lezingen zat en goede vragen stelde. Ja, in het Amsterdamse, ik weet dat ook nog wel. Kon hij binnen schuifelen. Doet hij dat nu, is hij daar eigenlijk oud voor? Ik hoor dat het met zijn gezondheid heel slecht gaat. En wat dat betreft is het natuurlijk jammer. Is echt oud. Jammer dat er niet meer met hem kunnen debatteren. En ik wens hem natuurlijk persoonlijk het beste. Maar ik vind het wel. En hij heeft toch één keer op de Dam, of op het Leidseplein, heeft hij bij de Mars voor de Beschaving of zo. Toen met die cultuurbezuinigingen. Daar heeft hij een hele goede grap uitgehaald. Door te zeggen: ik ben tegen alle bezuinigingen op cultuur. Ik vind dat er meer geld naar cultuur moet. En dat geld wil ik halen uit bezuinigingen op de ontwikkelingssamenwerking. Oh, ja, ja. En toen had je dat hele rare moment, dat verkeerde beenmoment, dat het hele plein eerst stond te joelen van yes. En daarna, boe! Zoek het op YouTube, is heel geestig. Ja. Maar die cultuurbezuinigingen in Nederland zijn ook heel gek verlopen natuurlijk. Ja. Hè? Want aan de ene kant zijn dus veel bezuinigingen doorgevoerd. Aan de andere kant is het culturele circuit helemaal verwookt. Waardoor ik denk dat het nu, er hangt nog veel meer dan toen, pakken de donkere wolken zich samen. Nou ja, wacht even. Je bent nu, er is gloort weer licht aan de horizon. Want juist, we komen weer terug bij Wilders, maar juist nu met de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer, is er nu al door deze Tweede Kamer besloten dat er geen eisen meer gesteld mogen worden voor kunst- en cultuursubsidies voor die diversiteit en inclusiecodes. Oh, is dat nu echt van de baan? Tenminste, ik weet niet in hoeverre de macht van de Tweede Kamer zover reikt dat het nu ook al in de praktijk gebracht wordt. Maar in principe zou dat vanaf nu achterwege moeten blijven. Dat je dus als je een subsidie aanvraagt, dat er gekeken wordt naar de diversiteit van jouw team. Ah, ja, ja, ja. Als je een theatergezelschap hebt, of je wel genoeg mensen van kleur, genoeg gehandicapte mensen zo hebt. Ja. Dat zou niet meer mogen meetellen bij subsidieaanvragen, volgens deze huidige Tweede Kamer. Ja, want volgens mij hebben ze echt bijna alle orkestjes, muziekscholen en kunstenaars wegbezuinigd. En wat er dan overbleef, dat moest dan wel. Ja, en dat moest volgens totaal representatief voor de samenleving zijn. Volgens mij al deel van de samenleving met een bepaalde huidskleur. Precies, ja. We hebben wat verteld over die begintijd binnen de VVD. En fast forward, die gedoogtijd, hè? Ja, dus dat, ja, dus, hoe 2006, dat? 2006, 2010 zit Wilders in de Tweede Kamer met, ik geloof, 9 zetels van de PVV. Ja. Dan is hij eigenlijk al een factor van betekenis. Dat ging vrij snel, hè? Dus hij gaat uit in de VVD en dan is het vrij snel dat hij dat weet te vertalen. Dat komt ook door de moorden op Theo van Gogh en Pim Fortuyn natuurlijk. Dus ik denk het ook. Als dat niet was gebeurd, dan... Nee, dan was hij ook, denk ik, ja, hij was, ik denk dat hij inderdaad daar een deel op gecapitaliseerd heeft, electoraal. Ook de onvrede met die softe en zwabberende VVD. Daar heeft hij in het begin heel veel kiezers uitgehaald. En toen is hij zijn electoraat gaan vormen. En wat hij nu ook heeft, 15 tot 20 zetels vast. Maar in 2010 haalde hij, ik geloof, 24 zetels. Opeens heel veel. En toen was hij een factor van betekenis voor die formatie. Balkenende was weg.
Rutte ging formeren en heeft toen de beroemde gedoogconstructie bedacht. Waarbij Wilders geen ministers leverde, maar wel politieke steun toezegde. Nou ja, dat ging niet lang goed, hoewel 1-2 jaar ging het wel redelijk. De samenwerking was oké, geloof ik. En ik geloof zelfs dat het CDA was die uiteindelijk... het CDA lag natuurlijk al over hoop intern over die samenwerking met Wilders. En het CDA eisen stelde waar aan Wilders toch geen gehoor kon geven in die bezuinigingsrondes. Oh, dus de stekker is uiteindelijk door de CDA uitgetrokken. Als ik het goed begrijp, de interpretatie... laten we zo zeggen, historici gaan daar in de toekomst nog over soebatten, denk ik. Of het nou echt de PVV was die die gedoogconstructie onmogelijk heeft gemaakt. Want ik denk dat daar een heel erg veel druk van het CDA uitkwam. Ja, dat het, de rol van het CDA... Maar het VVD en CDA hebben daarna altijd gezegd... Van Wilders, jij hebt de deuren dicht gegooid, dus wij willen niet meer met jou samenwerken. Want je hebt weggelopen. Nee, daarom zat ik ook een beetje te drukken, maar interessante weergave, zie maar hoe interessant recente geschiedenis is. Ja, het is echt... en ik moet eerlijk zeggen, daar ken ik ook de details niet van. Nee, maar het gaat juist om de hoofdlijn. Van het CDA uit die tijd, hoe de interne machinaties waren. Nou ja, je weet ook bij de VVD, ik bedoel, je kan hetzelfde argument bij de VVD maken. Heel veel partijen, prominente toen, onder andere Sybe Schaap, die wel vaker te gast is geweest, die hebben wel echt heel veel stampij gemaakt. Ja. Ook nog na de samenwerking begonnen was. Ja, en dus de PVV werd toen, aan de ene kant dacht men natuurlijk door die moorden wel van, je kan ze niet meer zomaar vergelijken met nazi's, want voor je het weet wordt ze omvergeschoten. Aan de andere kant was men wel heel beducht op die samenwerkingen. Je ziet ook dat alles wat Wilders deed, hè, later ook die minder uitspraak, die rechtszaak die daarvoor gevoerd is, eerdere rechtszaken, dat hij het woord kopvoldertax en zo heeft gemunt. Dat zijn natuurlijk ook terecht ook wel schokkende dingen in het politieke debat. Maar dat werd ook wel heel erg gebruikt om de hele tijd tegen hem te gebruiken. Zie je, Mark Rutte was vooral degene die zei na die eerste poging met dat Rutte 1... heeft hij sinds 2012, heeft hij Wilders eigenlijk categorisch buiten de formatie gehouden. Ja. Dus 11 jaar lang was Wilders echt een paria. Ja. Stond hij aan de zijlijn. En was het, wist hij ook gewoon, er komt weer een formatie aan, dan ga ik wel op vakantie. Want ik zit daar toch niet aan tafel. Ja. En dat veranderde... Ik denk ook dat Wilders dat, vanuit Rutte geredeneerd, is het ook strategisch. Hè? Want hij kon daardoor, dus hij heeft 12 jaar geregeerd. Hij kon 10 jaar lang aan de macht zijn door Wilders neer te zetten als een paria. En hij kon daardoor toch allerlei eigenlijk tegenmacht koest houden. Ja. Omdat iedereen dacht, anders komt Wilders aan de macht. Ja. En toen kreeg je daarna nog Thierry Baudet met Forum voor Democratie. Dus dat werd allemaal weggezet als kwaad om maar een soort mix... net niet partij zonder visie te legitimeren. Ja. Dus Mark heeft dat ook heel slim gedaan. En de erfenis daarvan is natuurlijk verschrikkelijk. Want al die mensen voelen zich onderdrukt en niet gekend. En ook die puinhoop, dat zie je nu in de VVD. Er zit een soort puinhopen paars moment nu. Want paars was ook niet voor niks. Ja. Een nikskleur. Ja, en ik denk dat daar ook de 37 zetels voor Wilders... plus nog 20 zetels voor Omtzigt... plus nog 7 zetels voor Van der Plas... plus nog 1 zetel voor jaar 21. Ja. Dat daar wel echt een enorme protest. En bijna de helft van de Tweede Kamer is op dit moment populistisch, zou je dat moeten noemen, geloof ik. Oh. Ik heb erg veel moeite met die term. Ja, leg eens uit. Vind ik wel interessant om jou... Ik vond het wel geestig. Caroline van der Plas heeft dat een keer gezegd in een gesprek met Zini Özdil, mijn goede vriend, die ook zijn podcast heeft. En die een keer zei Caroline van der Plas, mensen noemen dan een populist, hè, of ze worden ook wel populientje genoemd en zo. En het is ik dacht dat populist is toch dat je opkomt voor het volk. Ja, ik dacht dat het een beetje de kerntaak van een volksvertegenwoordiger was. Weet je? Dat is volgens mij een beetje waarvoor ik ben aangenomen in Den Haag. Om het volk te vertegenwoordigen. Dus wat is precies het probleem? En, ik heb een keer van iemand anders geleerd. Was geloof ik Paul Cliteur zei dat, dacht ik een keer. Populisme is elke mening die mij niet bevalt. En dat is ook wel een goeie. Je zet het heel makkelijk natuurlijk weg. Hè? Populisme is dat alles wat gevaarlijk is. Wat tegen jouw visies ingaat. En nu even als historicus. Hoe denk je dat zeg maar, het establishment naar populisme kijkt? Wat denk je eigenlijk dat de NRC Handelsblad definitie van populisme... Nee, dit is eigenlijk je kritiek op populisme. Maar hoe denkt men... over populisme. Ja, als iets als een bedreiging sowieso. Hè. Het doorbreekt natuurlijk de gevestigde orde, het fatsoen.
de vaste, de zekerheid van waar je in kunt wentelen als je in een weldenkenden, hoogopgeleide mensen, ja, die het allemaal voor zichzelf voor elkaar hebben en het beste met de wereld voor hebben. Ja, ja. Het wordt ook vaak gezien, dat is heel snel, hè, van oh jee, nu gaat Nederland zich terugtrekken achter de dijken. Alsof, ja, alsof er onder Wilders geen buitenlandbeleid bestaat, alsof er onder Wilders geen grenzen... Ja. Alsof nationaal denken direct nationalisme is. Ja, en of nationalisme... Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook nog allerlei verschillende gradaties van nationalisme. Je hebt heel gezonde vormen, zoals patriotisme. En je hebt natuurlijk, ja, waar ik ook niet zo fan van ben, etnisch nationalisme bijvoorbeeld. Waarbij je mensen op hun DNA of op hun huidskleur gaat beoordelen of op hun afkomst. Je kunt ook meer... Ben jij een patriot? Ja... ik vind niet een overtuigende dus. Jawel. Nou ja, overtuigende. Ik heb altijd gezegd, ik heb geen zin om me te schamen voor het verleden, want ik heb er geen aandeel aan gehad. Maar dan vind ik het ook een beetje raar om trots te zijn op het verleden. Alsof ik er zelf een aandeel in heb gehad. Huh? Wat ik als Nederlands historicus wel heel leuk vind, is dat Nederland een hele boeiende geschiedenis heeft. Hmm. Ik liep hier net door Leiden. Nou, dan loop je gewoon door eeuwenlange geschiedenis die heel erg mooi ook nog zichtbaar is en die ook heel interessant is, omdat wij in een democratische rechtsstaat leven met allerlei vrijheden en die vrijheden zijn bevochten eeuwenlang. En daar heeft Nederland een belangrijke rol in gespeeld. Dat vind ik fantastisch om over te schrijven. Ja, maar als je gewoon voor een liberale rechtsstaat bent, je zei al even van ik ben een democrat of liberaal, ja, maar dan dat is toch op, dan kan je net zo goed Amerikaan zijn. Ja, maar ik denk dat ik ook voor een deel ook... Dan ben je gewoon een trotse moderneling. Ja, maar ik ben... Maar je bent niet trots, zeg je. Je bent een moderniteitsaanhanger. Maar patriot wil ook zeggen dat je, los van trots, dat je ook een bepaalde... Nou, vaderlandsliefde heb ik wel, ja. Ja. Ik weet, en ik, maar dat zit dan vooral in... Niet zozeer in de VOC of zo, of dat soort geschiedenis, maar meer in dat je toch de cultuur, als wij elkaar in het buitenland tegenkomen, herkennen we elkaar meteen. Ja, ja. Soms is het ook vervelend om Nederlanders op vakantie tegen te komen, maar andere Nederlanders. Maar het is ook weer meteen ook dat je, oh ja, de vertrouwdheid. De vertrouwdheid en de directheid. De taal. Ik hou erg van taal. Ik ben schrijver. Ja. Ik vind het heerlijk om met taal te spelen. Nee, je bent rap van de tongriem gesneden. Dat is duidelijk. Ja, en toch hebben we... ik dacht dat we lange tijd hadden. Maar ik klets wel door, zoals je merkt. Dus onderbreek me gerust. Ja, maar het patriotisme vind ik wel interessant. Dus dat ik beschouw mezelf ook als patriot. In de zin van... Ja, ik wou vragen. Hoe is dat voor jou? Want jij schrijft hier ook over. Ja. Nou, ik denk dat het belangrijk is om het Nederlanderschap te cultiveren. Om pragmatische redenen al. We hebben allerlei problemen die op ons afkomen, waar je vanuit een natiestaat denk ik een organisatie voor kunt hebben. Dus bijvoorbeeld dat Amazon een grote claim heeft op onze domeinnamen, was van de week in de nieuws. Ja, ja. Dan moet je toch als Nederland eigenlijk ingrijpen en zeggen van ja, wat is eigenlijk de cloudruimte die wij beschermen? Ja. Maar je wil eigenlijk ook sowieso in termen van veiligheid... Er zijn grenzen. Nederlanderschap hebben. Dus dat er een Nederlands leger is. Je wil met een bepaald onderwijsdoel hier, dus bijvoorbeeld toegankelijk betaalbaar onderwijs. Dat je op kamers kan als student. Dat zijn geen dingen die je volgens mij alleen maar als stad op kan lossen. Daar moet je gewoon groter beleid voor hebben. Ja. Dus dat is meer een pragmatische reden. En het is ook een historische reden natuurlijk. Dus we zijn al lang een land. Natuurlijk teruggaand op provincie en zo. Je kunt je altijd afvragen van... Is Nederlanderschap geen constructie? Hè? En dat doen zeg maar progressieve historici heel graag. Zoals Remy Gaerts, die hier wel vaker geweest is. Die benadrukt eigenlijk in zijn hele oeuvre van... Ja, Nederlanderschap is ook maar een bedenksel. Overigens ook weer van een zekere elite. Hij zegt trouwens wel erbij dat het bedenksel ook... emanciperend was, omdat allerlei mensen dus binnen de bubbel van de elite, zaten ook niet altijd op te wachten dat het nu om Nederlanderschap ging. Die zagen zichzelf liever als een soort aristocratie en het volk ook als een soort volk. Ik ben er toch anders over gaan nadenken, namelijk dat je kiest toch met elkaar ook voor die constructie. Nou, dus we hebben een eeuwenlange keuze voor Nederlanderschap. Dat komt ook in uitdrukking in instituties. In taal, in verhalen. En ja, dat is ook iets waar je dankbaar voor kan zijn. Ja. Dat je verder leven in kan blazen. En dat. Ik snap, het is dus niet essentialistisch. Het is een verbeeldingshorizon die we samen hebben. En die we georven hebben van onze voorvaderen en moeders. Ja. Waarom zou je dat nou bij het vuilnis zetten? Als je ziet wat het allemaal gegeven heeft. En niet in de laatste plaats hoe het ons ook weer contact geeft
met het verleden. Met toegang tot romans, tot films. Tot... Ja, zo'n identiteit hoeft helemaal niet exclusief te zijn. Hè? Je kunt ook je tegelijkertijd ook Europeaan voelen. Of Amsterdammer of Limburger of zo. Ja. Het kan allemaal heel mooi naast elkaar bestaan. Maar het heeft iets... Ja, ik moet meteen denken aan een boekje wat ik... Eigenlijk het eerste boekje dat ik ooit gemaakt heb bij Elsevier. Ernest Renan, Wat is een natie? Ja. Een lezing uit 1882. Ja, dat was mooi dat je dat toen op uitgegeven. Hij heeft hem overigens 5 jaar geleden ook hier in Leiden gehouden. Maar die lezing is verloren gegaan. Maar de versie uit Parijs hebben we nog over. En die heb ik ooit vertaald. En van inleiding en een duiding voorzien. Samen met mijn goede vriend Koos Huizen. En wat we zo mooi vonden. Het is een liberaal uit de 19e eeuw. Die zegt eigenlijk de natie. Wat is een natie? Nou, het is niet per se het grondgebied. Het is niet per se de dynastie van de koning. Het is niet per se de taal. Want je hebt ook landen. Zoals Zwitserland met verschillende talen en zo. Ja. Talen is wel heel belangrijk hoor, denk ik. Kijk maar naar hoe dat in België splijtend werkt. Maar... Ja, en dat is een historische vraag. Dus taal is in sommige fasen minder belangrijk, in andere meer belangrijk. Ja, dat is ook een goed punt, ja. Maar wat... dus nu de dominantie van het Engels en de Amerikanisering maakt de taal weer veel belangrijker. Ja, dat is waar. Ook omdat allerlei andere rituelen en instituties al afgebroken zijn. Ja. Wordt de taal weer belangrijker. Ja, dat is waar. Dat is ook een onderscheidende maar Ernest Renan, nou, het is niet gebied, het is niet taal. Nou ja, en hij zegt, niet... Wat is het dan wel? Het is eigenlijk, zegt hij, een historische lotsverbondenheid. Het is een groep mensen die in het verleden samen grootse dingen hebben verricht. Maar ook pijn hebben geleden. Hè? Dus verliezen hebben geleden. Bijvoorbeeld een oorlog hebben gehad. Ja. Een invasie of een natuurramp of wat dan ook. En die een soort collectieve herinnering hebben, zou je kunnen zeggen. Van positieve en negatieve dingen die ze samen hebben beleefd. Ja. En de bereidheid hebben om in de toekomst die dingen ook samen te beleven. Ja. En dat is een heel postmoderne definitie al in de 19e eeuw van wat een natie is. Die helemaal niet zo essentialistisch is. Want hij zegt ook, daar kunnen mensen onderdeel van worden. Ja, tuurlijk. Daar kunnen mensen van zich van afkeren, van afsplitsen. Ja. Het is een heel diffuus iets. Hij schreef het in de tijd dat Elsass Lotharingen ter discussie stond door de Duitsers, was ingepikt en hij vond dat het bij Frankrijk hoorde. Ja. En hij hoopte dan dat de bevolking door zelf te kiezen. Hè. Hij zei ook, het is een dagelijks plebiscite. Het is elke dag weer een keuze eigenlijk om bij die natie te horen. Ja, ik heb er wel verschillende opmerkingen over. Kijk, in de eerste plaats, die Renan, die zegt wel interessantere dingen over trots eigenlijk dan jij dan, vind ik. Want het is dus zo dat je dus als je losverbondenheid voelt, dan kun je best en trots en spijt hebben. Ik vind dat ook, er is te weinig discussie over dat... we hebben nu juist ook, omdat wetenschap nu helemaal gaat om het ontdekken van onontgonnen gebied, is nu iedereen gespecialiseerd in het koloniale verleden. En wat heel jammer is, want ja. er is naast een schaduwzijde ook een zonnezijde. Ja, totaal kluitjesvoetbal in de wetenschap, hè? Dat is zonde. Ja. En omdat er nu zoveel over die schaduwzijde gaat, is het eigenlijk, en dat met een woke-ideologie gepaard gaat, wordt eigenlijk de hele geschiedenis... Ja. Op een bepaalde manier gezien. Maar die andere geschiedenis is er natuurlijk ook nog. Die is ook goed geboekstaafd. Daar is de vorige generatie wetenschappers veel drukker mee geweest. Dus je kunt gewoon kijken, ook naar de VOC. Er zijn er van, dan ben je niet trots op. Dat is toch, moet je nog eens over nadenken. Dat is toch te eenvoudig gezegd. De VOC is ook een ambivalent instituut geweest. Dus niet. Ja, tegenwoordig denken we alleen maar aan racisme, uitbuiting en kolonialisme. Maar dat is toch... Ja, en daar wil het ik is ook in de geschiedenis van het bedrijfsleven, zeker voordat de pruikentijd er was, stelde dat best wel wat voor. Het is een heel interessant iets geweest. Je kunt alleen maar veroordelen. Je kan ook zeggen van... De Amsterdamse beurs. Versnellen van de moderniteit. De innovatie van de scheepvaart en zo. Nee, natuurlijk. Maar ik zie best positieve kanten aan de VOC. Ja, maar dat is dus en negatieve kanten ook. Maar het gevoel, het ging mij om het gevoel, ik schaam me niet voor de VOC en ik ben niet trots op de VOC, snap je? Ja, maar mooi gezegd. En ik vind bijvoorbeeld ook niet dat wij onze excuses, dat vindt niemand volgens mij, maar dat wij onze excuses moeten maken voor slavernijverleden. Ik vind het wel prima dat de overheid, puur constitutioneel gezien, heb ik gezegd, het is een goed idee om excuses te maken voor zover de vorige regeringen aandeel hebben gehad in slavernij. En dat is zo, want ook binnen het koninkrijk, formeel de staatskundige vorm die Nederland nu heeft, dit koninkrijk met deze grondwet, die over terug gaat tot 1814, 1815, zijn er regeringen geweest die nog onder hebben uitgemaakt, of die in slavernij hebben geparticipeerd en slavenhandel. Dat vind ik best, en kolonialisme en onderdrukking in dat opzicht, vind ik best dat een regering daar excuses voor kan maken. Ik vind overigens wel dat er dan wel wat meer dingen zijn waar de regering excuses voor mag maken. Want er zijn heel veel dingen, heel veel mensen zijn in de kou gezet door vorige regeringen in de geschiedenis. Ja. En dat geldt zeker ook voor mensen hier en mensen die, laten we zeggen, etnisch Nederlands zijn. Die hier al eeuwen wonen, die zijn ook erg genaaid. Nou ja, ik bedoel, in theorie ben ik het best met je eens. Maar in de D66-realiteit van onze cultuur vind ik ook dat er erg veel nadruk ligt op hoe mensen zeg maar geschoffeerd zijn in het verleden.
deden hun voorouders. Het probleem is dat het mensen niet versterkt. Hè? Dus het is eigenlijk een soort... toch een soort vorm van slachtofferdenken. Waarbij je dus... Als je niet uitkijkt, dan ga je dus het verleden zien als datgene wat jou... Ja, heeft dwars gezeten en waardoor je nog steeds eigenlijk aan ketens gebonden bent. Dus dat is sociaal, psychisch, cultureel, is dat helemaal niet goed. Je mobiliseert mensen daar niet mee. Je zet mensen juist, je bevestigt mensen in hun slachtofferschap. Nee, maar daarom zie je, en dan komen we met het finalistige bocht toch weer terug bij Wilders. Maar dat is juist het sentiment wat Wilders ook heel erg heeft. Hij heeft laatst weer een soort campagnefilmpje gemaakt met ons land en met een voice-over van zijn stem. Ik heb het gezien uiteraard. Dat Nederland een heel mooi land is zelfs. En dat bijna een gaaf land hoor je hem. Je hoort hem bijna Rutteaans praten over Nederland. Ja. Maar sinds Geert Milders eigenlijk, hè? Daar eindig je boek ook mee. Jouw hoofdstuk. Daar zie je ook in zijn laatste speech zie je precies dit. Dat hij veel verzoenender... Toen Rutte eenmaal... Ministeriabel. Schrijf je heel mooi. Toen maar Rutte toen had hij meteen een speech. Ja. Die vaderlandslievend en ook meteen overbruggend naar Rutte. Maar maak je punt. Nee, klopt. Nee, zeker. En hij maakte een verschuiving eigenlijk van... dit land is veel te mooi om kapot gemaakt te worden door deze elite. En door Marokkanen. Noem maar even op. Gaat hij naar van, dit land is zo mooi, we kunnen nog wat, de mooiste dagen liggen, de mooiste jaren liggen nog voor ons of zoiets. Dat hij een soort heel verzoenend bij een Amerikaans presidentiële speech. Ja. Maar zijn punt is natuurlijk wel, dat wil ik even zeggen, over het algemeen is dat hetzelfde gebleven bij Wilders. Zijn waardering voor die Nederlandse geschiedenis, hoewel ik me afvraag of hij als Limburger echt tot in de details waar we net over hadden, die Nederlandse geschiedenis zo waardeert. Want Limburg is natuurlijk eeuwenlang uitgebuit als een soort binnenlandse kolonie. Maar goed, dat is even een andere. In zijn PVV-verhaal, in de ideologie van de PVV, zit heel sterk trots op Nederland. En dat zag je ook bij de andere partijen die rechts van de VVD opkwamen de afgelopen jaren. Ja. FVD ook natuurlijk. Nou, Rita Verdonk had zelfs een partij die zo heette. De trots zijn op Nederland, dat is zo lang suspect geweest onder de meer belezen types en de hogeropgeleide in Nederland. Ja. Inclusief de VVD'ers. Dat is heel belangrijk, want Bolkestein die bleek dat te veranderen. Maar daar hadden we het net over. Dat was meer een individu dan een partij. En daar wou ik nog over zeggen. Bolkestein had ook een heel goed pleidooi voor hij wist in deze postchristelijke samenleving of postkerkelijke samenleving moeten wij een bezielend verband hebben. Daar heeft hij heel overtuigend pleidooi voor gehouden. Hij heeft helaas zelf nooit dat bezielend verband aangereikt. En dat is volgens mij wat dit soort partijen zoals Wilders, Van Wilders en Van Baudet en zo wel... Nou, Baudet, daar kan je... Nou, proberen. Een bezielend verband zoeken ze wel. Die doet dat wel. Je kan veel zeggen over Baudet, maar die zit natuurlijk in de haarvaten van de maatschappij. In ieder geval in de haarvaten van YouTube. Ja, in de klochten van YouTube ook. Ja. Even zonder de specifieke oordelen over die partijen en hun leiders. Maar hun gemeenschapsstichtende rol is... Ze missen dus in de elite die ze bevechten, want het zijn anti-establishment partijen. Ja. Wilders is zelf natuurlijk langzittende Kamerlid, maar is nog steeds een anti-establishment partij. Ja. In zijn retoriek en in zijn houding. Ook in de inhoud. Dat laat jij juist heel mooi zien in ook de boek. Hij etableert niks. Er komt geen gemeenschap van de grond, nee. Nee. En de instituties breekt hij ook af met zijn angstcultuur. Ja, ik vond het heel erg van geschrokken. Ik wist dat niet. Zeker, binnen zijn eigen partij weet hij de democratie en de gemeenschap niet echt vorm te geven. Nee. Wel heel mooi gevonden van jou. Ja. Dat klopt. Maar waar hij wel toe oproept, in ieder geval waarom mensen op hem stemmen, is het gevoel van, dat vroeger, dat we een hele mooie traditie staan, een mooi land hebben, maar dat het helemaal naar de galamiezen gaat door verkeerd bestuur. Ja. En dat het beter zou zijn als de hoogopgeleide eens een keer flink een pak voor hun broek krijgen. Ja. En dat is volgens mij waar hij de extra 20 zetels aan heeft overgehouden, bovenop zijn vaste electoraat afgelopen verkiezingen, denk ik. Ja, dat blijft ook een punt dat hij zelf denkt dat hij een heel groot electoraat heeft, want ik denk dat electoraat ook wel behoorlijk zweeft. Ja. En ze hadden even goed, zeg maar, ik denk dat het... Zeker Thierry Boudet. Een jaar geleden was het BBB met de Provinciale Statenverkiezingen. Die zal wel een traantje hebben weggepinkt. Die zal wel gedacht hebben van ik had nu de grootste kunnen zijn. Yeah. En bij BBB weet ik dat niet. Dat vond ik nou typisch een Eerste Kamer overwinning. Ja hoor, zeker. In Provinciale Staten, stikstof was een thema. Maar het electoraat was wel zoekende. Ja. 4 jaar daarvoor was het FVD met de Provinciale Verkiezingen. Dus Wilders zal nu ergens ook wel aanvoelen dat het niet alleen maar zijn electoraat is. En daarom denk ik dat hij ook sneller water bij de wijn gaat doen in de onderhandelingen. Ja. En dan zie je het laten klappen. Maar de vraag of hij weer met de winst vandoor gaat. Ik denk het ook hoor. Ik denk het ook. En ik denk dat betreft dat hij zoekt ook zijn eigen rol nu. Een nieuwe rol waarbij hij wel, denk ik, zijn geloofwaardig zijn anti-establishment houding kan houden. En tegelijkertijd
toch iets kan neerzetten. Want hij heeft ook wel de ambitie om mee te besturen. Oh. Hij wilde ook weer graag bijhoren nog steeds. Ja, maar dat ziet het. Net als bij de VVD vroeger. Ja. Hij wil graag erbij horen. Maar dat is ook wel een mooie lijn hoor in het boek. Dat je toch ziet dat hij is niet alleen maar verbeterd. Hij moet soms een beetje nog kiezen tussen die verschillende repertoire. Dat is, de lijn de lijn die ik ook van Venema heb geprobeerd over te nemen in mijn hoofdstuk inderdaad. Van dat is, hij is meer establishment dan hij zelf wil toegeven. En dan je zou denken, of hij wilde graag bijhoren. En dat is ook een heel menselijke gevoel van uitgesloten worden, niet bijhoren, gefrustreerd raken, mensen juist gaan schoppen, tegen schenen gaan schoppen. Ja, in die zin kan hij die slachtoffermoraal ook heel goed uitventen, die zeg maar de linksprogressievelingen met die excuses over slavernijverleden zo ook uitventen. Dus het is hij staat ook niet alleen maar trots op die geschiedenis. Hij is toch soms ook een beetje te veel de gefrustreerde man. Ook die angstcultuur die je beschrijft. Ja, ik schrok er echt van. Maar trouwens, voor een deel weet je natuurlijk wel uit de media. Maar nu die premier waardig is geworden en zoveel stemmen heeft, ga je toch weer preciezer lezen. En dan schrik je ervan. Want ja, zo'n soort minister zou je eigenlijk niet moeten willen hebben. Hè? Dus hij valt eigenlijk, hij zakt toch wel door het ijs als professioneel bestuurder. Vind ik. En ja, ik was ik nou specifiek wel van geschrokken. Want ik dacht, na al die ervaring, zoveel mensen die het je gunnen, zoveel mensen die eigenlijk zeggen van ik hou je uit de wind. Ja. Zoals een Martin Bosma, laten we het daar nog eens even over hebben. Ja, ja, ja. Het is toch heel raar dat hij dan eigenlijk de frustie leider blijft. Er zijn een paar dingen. Ergens zou je kunnen zeggen, zijn succes is ook een compliment voor hem. Dat hij blijkbaar op zijn hele rare manier, zijn eigen manier, toch goed leiderschap vertoont. Want zijn partij bestaat nog. Hij heeft 37 zetels, is met afstand de grootste partij van de Tweede Kamer. Dus ergens heeft hij ook iets succesvols gedaan. Je zou je kunnen afvragen of dat met een ledenpartij, een democratisch ingerichte ledenpartij, waarin hij wel allerlei mensen naast zich had geduld, of dat gelukt was. Dus dat is een beetje de paradox hier. Maar ik snap helemaal wat je zegt. Hij heeft een stijl van, ik beschrijf dat inderdaad als management by fear. Hij heeft hij tolereert eigenlijk binnen de PVV niemand. Nou, überhaupt al geen leden, hè, dat weten we. Het is geen ledenpartij. Maar hij tolereert ook in de Tweede Kamerfractie en op andere posities tolereert hij eigenlijk niemand die echt in de spotlights komt te staan. Hij heeft Fleur Agema en Martin Bosma heeft hij altijd behoorlijk tegen elkaar en tegen anderen uitgespeeld. Hij heeft zeker bij Martin Bosma, weten we dat zeker, Meinert Venema schrijft er al over. Ik heb er Er zit een heel hoofdstuk in van Venema over Bosma Wilders. Ja, Venema kende Bosma ook goed, hè? Dus Bosma was een promovendus bij hem ook. Ja, dat proefschrift is nog niet af. Ik geloof dat het misschien nog wel eens komt van Bosma. Maar het is ver gevorderd, begreep ik. Er is inmiddels een andere promotor gekomen. Venema is natuurlijk inmiddels ook overleden. Maar Venema heeft jarenlang dus met Bosma goed contact gehad. Dat is op zich algemeen bekend hoor, maar dus vandaar dat er denk ik ook dat zijn nadruk op Bosma wat meer lag. Maar wat ik inmiddels heb kunnen constateren, ook de afgelopen jaren, is dat ze amper nog met elkaar praten. Ze hebben afgelopen jaren. Vanaf 2018 schijnt het. Ongeveer, de bronnen zijn een beetje vaag erover, want het is natuurlijk gesloten bolwerk. Hè. Het is een beetje een sectarische club, dus vrij lastig om echt goed verifieerbare verhalen erover te horen. Maar ik begrijp dat er inmiddels de afgelopen 5 jaar amper contact was tussen Bosma en Wilders. En dat zou de reden zijn waarom hij nu Kamervoorzitter is geworden? Dat is een soort. Dat is in ieder geval, laten we zo zeggen, het is voor Wilders is het een opluchting dat Bosma Kamervoorzitter is geworden. Want daardoor is hij geen bedreiging meer op politiek vlak. Hij is eigenlijk gewoon weg uit de fractie. Nou, dat vind ik een interessante duiding van jou. Want je kunt ook zeggen dat juist de Kamervoorzitter, ook zeker de afgelopen jaren, dat is een positie met gezag geworden. Je bent veel in de media. Oh, maar dat vergeet dat niet. Dat vindt Wilders prima, zolang er maar niet iemand in zijn partij is. Juist in jouw hoofdstuk leerde ik ook dat hij helemaal niet vindt dat het prima is als andere belangrijke PVV'ers te veel in de media zijn. Nee, dat is niet op PVV'ers. Je moet van hem zelfs je rug toedraaien en weglopen. Alleen Wilders zelf in de media. Nee, maar Bosma is nu geen PVV'er meer. Tenminste, ja, formeel wel. Officieel zit hij nog in de Tweede Kamer voor de PVV. Maar hij is Kamervoorzitter en dan ben je eigenlijk fulltime. Dus Wilders heeft geen last meer van de bedreiging van Bosma. Grappig dat jij dat zo duidt. Bosma heeft de escape van zijn leven gekregen, want die kon inderdaad, die werd de hele tijd geboycott door Wilders eigenlijk. Het waren mensen die met Bosma zaten te eten in een leeg restaurant in de Tweede Kamer en die een sms'je of een appje van Wilders kregen. Wat doe je met Bosma? Wegwezen bij die man. Nu wegwezen. De meest rare dingen. Hij is paranoïde. Hij is totaal paranoïde. Hij is bang voor iedereen. Hij wantrouwt iedereen. Hij zet ook echt mensen tegen elkaar op. Ja. Tegen de een van, je moet die en die in de gaten houden, want die is met jouw onderwerp bezig. En tegen de ander zegt hij, je moet die en die motie indienen.
Want anders gaat hij er van mij vandoor. Dus het is echt verdeel en heers. Management by fear. Het is een soort... Maar hoe ontdekte jij dit? Neem eens even kort mee. Want ik ben er echt van geschrokken. Met name in jouw stuk. Dat ik dacht van hier komen de lijnen toch wel bij elkaar. Nou, hij zo paranoïde is. Toen je dat moest opschrijven. Had jij dat verwacht? Ja, nee, niet hoe erg het was. En ik heb ook sommige dingen niet kunnen opschrijven. Omdat je niet alles kunt verifiëren. Wat er dan gezegd wordt. Hè. Dat is heel veel ook heel hearsay. Of het zijn ex-PVV'ers die dan de uitliggen. En die dan een beetje rancuneus zijn. Daar moet je ook voor oppassen. Eén ding moet ik van tevoren wel bijzeggen nog. Dat is namelijk dat die fractiediscipline. En die angstcultuur. Die heb je bij meer partijen. Er bestaat bij bijna elke partij heeft dat wel. Dat in de fractievergaderingen mag er wel wat gezegd worden. Maar als de fractieleiding beslist. En vaak is dat de fractievoorzitter of een clubje mensen. Die bepalen gewoon de koers. En als je dat te veel tegenstribbelt, dan heb je een probleem. Nou, een voorbeeld is de VVD, hè, waar dus heel veel leden tegen het stikstofbeleid waren. Ja. En er is gewoon helemaal niks mee gebeurd. Helemaal niks. Precies. Dat speelde vorig jaar nog. Ja, nee, precies. Dus er is een soort fractiediscipline ook in die andere partijen. Waar we ook ongetwijfeld wel eens elementen van een angstcultuur een rol spelen. Ja. En die heus niet zo democratisch zijn als ze zeggen te zijn. Nee. Maar bij de PVV is het wel heel duidelijk dat er absoluut geen interne democratie is. En dat en hoe hoor je dat? Ja, dat is dus met mensen praten die hebben gewerkt voor de PVV. Of die hebben gewerkt samen met de PVV'ers. Mensen die uit die partijen komen. Mensen die in de partij zitten. En die willen allemaal eigenlijk niet praten. Sommigen kun je dan net een beetje overhalen om wat dingen te vertellen. Er zijn er een paar die wat minder te verliezen hebben. Die nog wel een boekje open willen doen. En dan is de vraag, hoe kun je dit op een betrouwbare manier... Als je de verhalen... Maar kijk, sowieso moet je altijd minimaal twee verschillende bronnen hebben natuurlijk. Van elkaar. Nee, maar dit geloof ik allemaal wel. Daar doe je je best voor. Dit is allemaal zit allemaal heel degelijk in elkaar. Ik vraag me meer af van dat hier dus eigenlijk zo'n... angstheerser is. Dat gewoon zo is. Ik had dat gewoon niet verwacht. En ik vermoed zelf, maar dat ga je een beetje psychologiseren en zo, en dat heb ik niet opgeschreven. Maar Wilders is zelf best een heel hartelijke, aardige man. Ik heb hem ook wel zeker ontmoet. Best een hele leuke man. Overigens niet voor dit boek gesproken hoor. Reageerde hij niet op mijn uitnodiging. Dat heeft hij bij Venema ook nooit gedaan. Dat is ook prima. Maar we hebben hem gevraagd of hij wilde meewerken. Heeft hij niet op gereageerd. Maar ik heb hem al eerder ontmoet. En dan is een heel aardige, heel geïnteresseerde man, heel bescheiden. Hm. Dus ik denk eigenlijk dat in het karakter van hem, dat hij misschien dat ook wel lastig vindt om zo'n partij echt als een tiran te besturen. Dus dat laat hij voor een deel ook over aan een clubje vertrouwelingen om hem heen. Hm. Die eigenlijk een beetje de marsorders uitvoeren. Nou ja, maar dat is dus niet Martin Bos, maar zelf. Nee. Dat zijn niet de sterren van de PVV. Dat zijn meer de mensen die dus op de achtergrond werken, die dus geen bedreiging voor Wilders zijn. Ja. Heb je hem over een Barry Magdalena? Politiek gesproken vond ik het ook interessant dat Bosma eigenlijk meer de linkerflank is. Die net als Venema zelf is geëmancipeerd van een links-progressieve radicale antidemocraat. GroenLinks'er naar een meer liberale democraat. Bij Bosma is er ook wel iets anders bijgekomen. Ja, etnisch nationalisme wat er ook bij zit. Ja. Minderheid in eigen land, vergelijking met Zuid-Afrika. Maar hij komt niet uit de VVD. De oorsprong, ook in zijn gedachtegoed, is dat niet liberaal, maar meer PvdA. Ja. Ja, dat schrijft hij natuurlijk zelf ook over. Een verweesde linkse figuur eigenlijk. Ja. Ja, ja. Dat is een interessant contrast met Geert, die uit de VVD komt. Ja. En ook in dat sociale verzekeringsstelsel. Dus eigenlijk ook als een jongen met een rechtse inborst schrikt van het gemak waarmee mensen een beroep doen op verzekeringen. En de inefficiëntie van de organisatie. En de grote pamper Nederland. Dus echt een heel andere... Nou, daar vinden ze elkaar natuurlijk wel. Hè. Bosma bijvoorbeeld heeft natuurlijk over de NPO en zo heerlijke tirades gehouden. Om de boel helemaal te saneren. Dus wat dat betreft is Bosma echt wel ook in dat opzicht een rechtse liberaal geworden, zou je kunnen zeggen. Alleen, er zit echt een verschil bijvoorbeeld over het nationalisme. Wilders heeft heel lang toch en nog steeds wel het idee opgehouden dat hij voor de vrijheid, Partij voor Vrijheid, PVV. Ja, ja, ja. Zijn strijd tegen de islam heb ik nog helemaal niet over gehad, maar zijn leven is natuurlijk absurd in die bescherming al 20 jaar bijna. Hoe die moet leven. Omdat hij en hij zegt het ook heel vaak, heeft het heel vaak gezegd. Dat hij de islam een groot bedreiging onze vrijheid vindt. Dat hij daarom de islam wil bestrijden.
dat is vanuit een, dus je zou kunnen zeggen vanuit een liberaal oogpunt wil hij de islam bestrijden. Bij Bosma heb je het idee dat toch dat etnisch nationalisme tegenover het liberale of verlichte nationalisme van Wilders zou je kunnen zeggen. Etnisch nationalisme van we zijn tegen immigratie, want we worden hier een minderheid in eigen land. Dus vanwege de, vanwege de herkomst van die mensen. Ja, ik heb het gelezen in je boek, maar ik vind het geen overtuigend verschil, hoor. Om die reden... Ze zijn allebei bezorgd over van, ja, hoe ziet Nederland er ook uit? En ze vinden ook ook... We willen wel meer migranten, maar willen we ook migranten die islamitisch zijn, hè? En de een zegt dan, Nederlanderschap, daar hoort het eigenlijk niet bij. Dat moet een minderheid blijven. En de andere, die heeft daar nog iets essentialistischere opvatting over. Ja. Die zeggen het is echt vreemd. Maar, ja. Maar goed, ik snap in theorie wel een meer liberale of een meer communautaire... Ja, invulling. Maar ik heb toch sterk het idee dat ze misschien meer qua humeur, qua persoonlijkheid tegenover elkaar staan. Bosma is bijvoorbeeld heel erg ook aanhanger van de grote Nederlandse gedachte. Hè, dat het Vlaanderen weer bij Nederland moet horen. Dat eigenlijk het grote taalgebied, dus inclusief Zuid-Afrika, eigenlijk weer bij Nederland moet horen. Ja. Dat heeft daar Wilders echt helemaal niks mee. Dus ik blijf toch even bij het feit dat er echt wel onderscheid tussen die twee is. En dat ze elkaar altijd pragmatisch hebben gevonden op dat thema. Wilders was heel kritisch op dat uitkomen van het boek Minderheid in eigen land. En wilde eigenlijk niet dat Bosma daar dat uitbracht. Hij heeft ook geprobeerd om dat tegen te houden. Ja, maar dat pak je inderdaad groot op en Venema op een bepaalde manier ook. Maar is het nou zo belangrijk? Of is het eigenlijk meer Wilders die strategisch reageert in het op boze media? In het contrast tussen Bosma en Wilders zie je wel beter wie Wilders is. Omdat je ziet wat hij niet is. Aha. Hij is, ongeacht misschien zijn minder Marokkanen speech, daar is hij voor veroordeeld. Eigenlijk ook vanwege het feit dat de Marokkanen als ras worden gezien. De jurisprudentie even heel kort samengevat. Belediging van een groep op basis van ras, namelijk Marokkaanse zijn. Dat was eigenlijk een Bosmaiaanse actie. Want verder heeft Wilders zich altijd vooral tegen de islam gekeerd. Tegen die religie. Tegen wat hij een ideologie noemt, de politieke ideologie. En je hoort Bosma, daarom is Bosma kan relatief onbeveiligd over straat. En anoniem. In Bosma hoor je eigenlijk nooit over de islam. Ik weet niet of het jou opgevallen is. Ja. Bosma heeft eigenlijk altijd andere thema's. Ja, dank voor deze uitzending. Hij is anti-woke, anti-NPO en zo. Ja, ik snap nu toch beter wat dat verschil is, ja. Je kan zeggen van, nou, dat is misschien een verdeling. Ik heb heel lang gedacht dat het een verdeling geweest. Bosma praat niet over de islam, want dan hoeft hij niet beveiligd te worden. En dan kan hij. En die heeft de andere dingen. De Wilders die pakt de islam weer aan. Zou ongetwijfeld ook onderdeel er zijn. En ongetwijfeld als je Bosma vraagt. En er zijn vast uitspraken te vinden van Bosma. Waarin hij het heel kritisch is over de islam. En over de gewelddadige politieke ideologie van de islam. Weet ik veel. Alleen dat heeft hij nooit echt zijn programma van gemaakt. Bosma. Bosma heeft ook dat boek van. Hoe heet het ook alweer? De schijnelieten van de valse munters. Ja. Valse munters van de schijnelieten. De schijnelieten van de valse munters. Het is... trouwens wel aanrader aan mensen om te lezen. Omdat je kunt natuurlijk populisme bestuderen van mensen die het niet zijn en het opschrijven. Maar dat is nou een typisch voorbeeld van een boek van sommige mensen die maken geschiedenis en schrijven er zelf ook over. En ik vind hem een goed voorbeeld ervan. Oh zeker, hij kan ook heel goed schrijven. Het is een heel moraliserende manier van schrijven. Het is heel gymnasiaal met veel verwijzingen naar de grote traditie in het Grieks en in het Hebreeuws. Maar toch, ik vind het toch wel een goed boek in de zin van dat hij weet toch op te schrijven wat zijn visie is. En een van de dingen die echt opvalt is een felle babyboomer kritiek. Ja. Hele felle babyboomer, 60's. Afrekening met die generatie. Die ook helemaal, en dat is ook helemaal onderdeel van de mediakritiek. Van het bepaalde boomerwereldbeeld. Van het vrije individu en progressief en ontgrensd en globalistisch. Geloof in de goedheid van de mens, open grenzen immigratie. Dus die etniciteitskritiek waar jij nu veel accent op legt. Dus nogmaals dank, het verheldert voor mij toch inderdaad het verschil tussen die twee in ieder geval. En daarmee bloedgroepen binnen de PVV. Maar die cultuurkritiek op Nederland is ook echt heel belangrijk bij hem. Terwijl bij Geert heb je toch niet het idee dat hij op die manier een besef heeft van generaties of... Het zit wat minder ideologisch in. Maar hij heeft ook niet het gevoel voor die tijddiagnostiek. Nee, en je zou kunnen zeggen Bosma, daarom heeft Bosma altijd met Thierry Baudet ook meer gemeen gehad. Hè? Ja. En die dat ook heeft. Goed met elkaar geweest. Afkomstig uit toch een wat meer elitair, randstedelijk milieu. Ik weet niet of dat voor Bosma's achtergrond geldt, maar in ieder geval heeft hij zich als intellectueel, wat jij beschrijft, hij is echt een beetje de gymnasiale wat je beschreef, dat herken je in Bosma. Ja. Dat heeft Wilders totaal niet. En dat heeft Baudet natuurlijk wel heel sterk. Ja. En eigenlijk vindt Baudet Wilders heel plat, en ik denk dat Wilders Baudet heel over het paard getilde jongetje vindt eigenlijk. Ze hebben altijd met elkaar wel prima contact gehad, maar
altijd wel afstandelijk. En ik kan me, dat is heel geestig om te zien dat Bosma dat wel interessant vond. En Bosma zijn loyaliteit naar de PVV is dan weer zo groot dat hij nooit heeft, die overstap heeft gemaakt naar FVD. Ja. Wat denk ik heel verstandig is, ook gezien nu de stand van zaken met zijn voorzitterschap en het succes van de PVV en het wegvallen van de FVD. Maar, ja, maar je hebt dat ook wel gedacht dat het zou kunnen gebeuren. Ja, dat, dus... Er is vaak over gespeculeerd en ik had het inderdaad niet uitgesloten dat de affiniteit uiteindelijk, inhoudelijke affiniteit van Bosma echt wel bij Baudet ligt, niet bij Wilders. Ja. En dat betekent ook... Toch vanwege de cultuuragenda, denk ik? Cultuur, er zit ook iets in van... Maar het echte sceptische, bijvoorbeeld het directe, over de WEF... of over, de, over internationale agenda's, zie je toch bij Bosma minder, hè? Minder, maar bij de PVV hebben ze wel opgepikt... dat het slim is om het af en toe te laten vallen. Dus als het even uitkomt, zeker rondom zo'n persoon als Sigrid Kaag of zo... dan laten ze niet na om even naar te hinten. Ja. Maar ze maken er minder een speerpunt van. Overigens, ze zijn sowieso een beetje uit... Ja, sorry dat ik even het woord gebruik... maar dat is toch algemeen term geworden uit de wappiehoek gebleven. Dus de complotdenkershoek, laat ik even zo zeggen. Ja. Waarmee ik even nu geen moreel oordeel wil geven. Maar gewoon, de Wilders heeft ook in die coronatijd bedacht... volgens mij, en dat ik heb met wel mensen gesproken... die dat wel een beetje lijken te bevestigen... dat je in een crisistijd waarin Mark Rutte zo populair wordt als premier... omdat hij toch de crisisleider is, de crisismanager... hoe goed of slecht hij dat ook doet... dat het niet zo handig is om je achterban te mobiliseren rondom zo'n crisis. En dat het wel slimmer is om even rustig te wachten... tot je en vooral bij je eigen punten te blijven. En Baudet is natuurlijk met zijn FVD echt heel vol op dat... op het orgel gegaan van een samenzwering tegen gewoon het volk. Ja. Rondom die coronamaatregelen in combinatie met WEF en andere dingen die speelden. Ja. En dat heeft uiteindelijk een hele trouwe, maar hele kleine achterban opgeleverd voor FVD. En bij PVV zie je dat het toch wat meer een neutrale geluid. Overigens is Wilders wel heel kritisch geweest op het coronabeleid. En Fleur Agema ook. En een paar andere PVV'ers ook. Voor de duidelijkheid. En Wilders heeft nu ook mede gezorgd dat er wel een parlementaire enquête komt. Ja, maar ik wel. Snap je punt. In je boek doe je het in een paar alinea's. Maar het is goed dat je het nu aanhaalt. Dan kan ik het ook nog een keer in mijn woorden samenvatten. Mm-hmm. Kijken of we het goed begrijpen. Ook, omdat het toch wel heel wezenlijk is. Jij zegt eigenlijk, je haalt ook internationaal onderzoek aan. Je zegt eigenlijk van ja, kijk, zo'n echt een geroutineerde politicus. Die weet op welke dossiers die wel en welke dossiers die niet na moet maken. Dus bij coronabeleid was hij wel kritisch op, maar hij heeft zich er niet aan verbonden. Want zijn lange traject was eigenlijk het Nederlanderschap. De kritiek op de islam. Ja. En hij hield daar koers op. En dat is eigenlijk wat je vaker ziet bij succesvolle anti-establishment partijen. Zoals die van Le Pen of die van Meloni. Van Nationale, dat je toch op langere lijnen mikt dan op dossiers die nu spelen. Terwijl Forum dus gek genoeg juist heel erg op het nu zit. Waarbij je ook steeds het gevoel hebt van... God, wat zitten die boven op het nieuws? Wat lopen die vooruit? Ja. Maar gek genoeg, jij zegt eigenlijk... Ja, maar de echte grootwordende partijen... Die vermijden die eendagsvlieg dossiers. Ook al duren ze 2 of 3 jaar. Ja, want je mobiliseert je achterban... Of je mobiliseert een achterban op dat thema. Maar die crisis gaat weer voorbij. En dan lopen die mensen ook weer weg. Want die hebben dan weer andere belangen voor ogen. Als je echt wil bouwen aan een achterban... dan moet je inderdaad zorgen dat je in ieder geval... een paar speerpunten waar je steeds op terugkomt. En dat je niet te veel gaat zwalken met radicale uitspraken over dat onderwerp of over dat onderwerp. Blijf maar gewoon bij je eigen punten. Dan komen de mensen vanzelf naar je toe en blijven ze wat langer hangen. Maar het interessante is natuurlijk dat juist de Forum, die dus meer op de actualiteit zit, juist een hele grote achterban probeert op te bouwen, hè, met evenementen en apps. Ja. Het gaat me nou niet helemaal om dat uit te diepen, kunnen we ook nog een keer doen. Maar het verschil met de PV is natuurlijk dat het alleen maar een Twitter-account is. Ja. Ja, het is dus het radicaal tegenover. Ze hebben geloof ik, dus voor de verkiezingen was een soort van kroegje wat ze af hadden gehuurd in Scheveningen. Ja, het zeepaardje. En tien jaar daarvoor hebben ze nooit iets met elkaar gedaan. Het is een hele abstracte partij. Nou, je hebt wel, even een klein beetje voor de PVV sprekend, je hebt nog wel wat vrijwilligers die ook met promotiemateriaal, flyeren en zo. En dat gebeurt niet veel. Wilders doet zelf in de campagne bijna niks, af en toe een bezoekje.
Of ook buiten de campagne trouwens. Bijvoorbeeld aan de opvang voor als de asielzoekers worden opgevangen in Scheveningen. Dan gaat hij met die buurtgenoten spreken. Maar hij gaat ook wel eens naar de Haagse Markt om even een visje te eten. Dan duikt hij weer ergens op in Volendam of zo. En dat zijn natuurlijk korte bezoekjes. Vanwege veiligheid ook heel ingewikkeld om dat te organiseren voor hem. Ja. Maar hij doet het wel. En dan heeft hij wel oprecht even gesprekjes met mensen op straat. Dus dat is weer die amabele kant van hem. Hè? Die... Verder heb ik het idee dat hij het land heel goed kent vanwege de brievenrubriek van de Telegraaf. Dat is volgens mij een beetje zijn bron van dat hij voelt dat er in de samenleving speelt. Ja, ja. Lees jij zelf de Telegraaf? Ja. Ik lees wel bijna alle kranten, niet elke dag. Maar, Deed je dat al toen je nog academisch intellectueel was? Of is ik dat... probeerde het al wel, ja. Want ik vind ook wel dat je bijvoorbeeld hij vult dus wel een heel goede bron aan. Volgens mij is dat voor hem heel belangrijk. Ik denk dat dat voor iedereen heel belangrijk is om te zien wat er speelt. Ah. Juist de gewone man of vrouw klinkt een beetje... Heb jij ook het idee dat de kranten steeds meer op elkaar zijn gaan lijken de afgelopen jaren? Ja, maar niet de Telegraaf. Maar wel, ik vind Volkskrant, Trouw en NRC vaak inwisselbaar. Ja, en FD ook. FD, nou ja. Er komt wel eens een MKB-verhaal voor, maar moet je maar eens goed lezen. Er zit toch echt heel veel overeenkomst. Ja, dat klopt. Qua politieke invalshoek wel. Alleen bij FD leer ik nog wel eens wat over de beurs. Dus die sla ik nog wel eens open, omdat ik dingen niet snap over de economische wereld. Ja, daar is NRC ook mee gestopt bijna. Interessant is dat ook. Ja. Maar... dus niet. Ik het was een beetje een bruggetje om toch terug te komen op de vraag: waarom ben jij dan eigenlijk geen wappie geweest? Of waarom echt? Ja. Nee, want ik vind het wel interessant. Want kijk, als jij het zegt, zou ik zeggen: nou, ik ben wel een wappie. Want het idee namelijk van complotdenken vind ik veel te makkelijk. Je probeert natuurlijk machtsverhoudingen in de wereld te bestuderen. Ja. En zeker als historicus doe je dat ook. En zeker als je het hebt over coronatijd, toen die wappie-term opkwam, zijn heel veel eigenlijk samensweringen ook gewoon bevestigd. Ook nu in de couranten legacy media. Dus precies nog wappie? Ik heb ook wel eens gezegd. Ik kan me wel voorstellen als jij zegt van ja, zijn we nou echt naar de maan geweest? Of heeft 9/11 echt plaatsgevonden? Je citeert het ook en Wilders zijn... Dat was Wilders' afrekening met Baudet, hè? Ja, in de Tweede Kamer. Afrekening. Ja, heel duidelijk. Laten we daar niet te ver op ingaan. Dat zijn dan extreme verklaringen die doorgaan. Geprikt worden of niet. Er zijn discussies over. Maar over het algemeen gesproken, die sceptische wappieblik, daar is toch ook wel weer veel voor te zeggen. Waarom heb jij daar eigenlijk... Ik heb laatst ook een column geschreven voor Elsevier, waar ik Thijs van der Brink toch een compliment geef, dat hij toch dat programma heeft gemaakt waarin hij in gesprek gaat met zijn critici, hè, onder andere Maurice de Hond en andere. Waarbij hij dan zegt van, hebben wij als talkshows op één, als een van de belangrijkste talkshows op de televisie tijdens de coronatijd, hebben wij wel genoeg verschillende geluiden aan tafel laten horen? Nou nee, is zijn conclusie. En zou ik dat voortaan anders doen? En ja, hij gaat toch wel een beetje, aan het eind maakt hij het toch weer makkelijk vanaf, maar hij doet in ieder geval zijn best om zich een beetje te verdiepen in zijn tegenstanders. Er zijn natuurlijk altijd in dit soort discussies zijn er mensen die heel redelijke kritiek hebben en mensen die totaal waanzinnige kritiek hebben. Ah. Maar ik ben er zeer voor. Ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Ik ben voor open debat. Ik vind het fantastisch. Ik heb tot mijn eigen spijt. Maar je bent ook voor het uitpluizen van concrete casuïstiek. Ja. Dat vind ik ook fascinerend aan jij. Dus in jou. Dus die interesse om niet alleen maar bij algemeenheid te blijven als van jij hebt de vrijheid van meningsuiting, ben je Theodor Holman-achtige visies van ik vind het zo belangrijk dat je kan zeggen wat je wil en ik vind dit en jij vindt dat en ik doe het ook nog literair met allemaal mooie spinnenwebben van taal en zo. Nee, jij zoekt ook echt dingen uit. Je bent ook van de... Ik ben academisch geschoold, dus ik wil graag wel dingen uitzoeken. Ja, nee, maar ook in je journalistiek. Dus dat maakt toch het verhaal complexer dan alleen maar zeggen van ik vind dat alles gezegd moet worden. Namelijk, soms zoek je dingen uit. Ja. Dan moet je ook gewoon zeggen van dit klopt, dit deugt niet. Ja. Ook als ze noemen mensen dat wappie. Nee, en wat ik zou zeggen is dat ik zelf in die coronatijd soms te makkelijk, omdat ik ook de vorm waarin het soms werd, de kritiek werd geuit, heb ik me door laten afleiden, heb ik soms wel te makkelijk gezegd het woord wappie gebruikt of badinerend gesproken over mensen die kritiek hadden op de coronamaatregelen. Omdat ik ook in de nieuwsbronnen die ik tot mij nam, ook wel behoorlijk veel, wat Thijs van der Brink ook toegeeft, op het narratief van de overheid. De overheid het helemaal niet zo zeker wist. Jongens, Geert zegt sorry. Maakt het bij de kop van de uitzending. Ja. Even de grote lijn. Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar ik wilde toch even een keer horen of ik dacht, misschien ga je nog andere dingen De club waar FVD zich op richt, wordt langzamerhand echt mensen die een beetje met hun rug naar de ware, of naar de werkelijkheid staan, vind ik. Die echt buiten de redelijkheid. Ja, en tegelijkertijd, als je het hebt over bijvoorbeeld Oekraïne-debat in Nederland, dan moet ik toch toegeven dat eigenlijk dus binnen het
establishment wordt dat debat niet goed gevoerd. Nee, kun je niet over het is juist Forum. Kun je niet over praten. Het is juist Forum die daar de deur over openzet. En eigenlijk heel argumentatief ook op YouTube daarmee bezig is. Dat is het is eigenlijk schrikbarend dat dat zo is. Maar het is toch... Ik zou hopen dat de credits gaan niet naar Forum. Nee, ik zou hopen niet naar deze 60. Ik zou hopen dat ze wat meer tegenwind kregen. En dat er echt een debat plaatsvindt. Want je kunt ook alleen maar je eigen ideeën scherpen. Je eigen argumenten goed op orde hebben. Als je in gesprek gaat en in debat gaat met je tegenstander. En dat gebeurt amper op het thema van Oekraïne bijvoorbeeld. Ja, ja. Hey, nog even de grote lijn. Hè? Want jij hebt dus ook in de 19e eeuw, begint jouw onderzoek eigenlijk, wat Hans met in gemeente, genen in de gemeente, dat boek heeft misschien nog wel langer strekking. Middeleeuwen, ja. Laten we eens bij de 19e eeuw beginnen. Ja. Als je nou nadenkt over de radicale kritiek en de functie van radicale kritiek en het, de invloed van radicale kritiek, kun je dan nog eens een keer ons meenemen in hoe je er dan op grote lijnen over kan nadenken? Want toen, in Nederland is er natuurlijk niet heel veel sociale onrust geweest in vergelijking met Parijs en Berlijn. Er was wel wat, open vraag. Maar in ieder geval die grondwetswijzigingen en het Koninkrijk. Thorbecke, ja. Ja, het is ook wel een institutioneel brave revolutie geweest. Je hebt die these van James Kennedy. Ik hou bijna om met praten. Dan heb jij nog even... Het is leuk, vind ook leuk. Ja. Je hebt James Kennedy, die schrijft ook in het boek over de jaren 60 van... Er was veel kritiek van de boomers op de zuilenmaatschappij en zo. Toen namen ze het Rijksmuseum in bezet. Gingen ze in en toen zeiden de burgemeesters van nou, laat ze maar zitten, misschien leren ze nog wat. Dus de boomers werden eigenlijk gezegd van nou ja, misschien ben je ook een beetje gelijk. Misschien beschaaf je ook nog een beetje... De bestuurders bogen mee met de revolutie. Dat is het punt van Kennedy. Ja. En in die zin... Ook bij Domela Nieuwenhuizen in 1918 is dat. Ja. En ook in 1848. Dus de koning boog de elite eigenlijk mee met het kritische volk. Hè? Dus dat is eigenlijk zijn these van in Nederland hebben we die echte radicale meningen ook nooit gehad. Omdat de redelijke stem altijd wel over het voetlicht kwam. En de elite dacht... Ja, wacht even. Reflecteer hier eens. Want we zitten nu niet meer in een tijd waarin sowieso binnen de redelijke mainstream media, binnen de redelijke intellectuele, de grote thema's worden aangesneden. Ja. Dus bijvoorbeeld rond Oekraïne is er gewoon geen debat meer. Nee. In NRC is het gewoon Hubert Smees, die zegt gewoon het is hartstikke fout. Poetin is een soort Hitler. Het is gewoon volledig geframed. Dus het is niet meer zo dat die redelijke stemmen nog pluriform zijn. En er zijn heel veel radicale stemmen. Nou, misschien was het in 1848 en in 1918 ook wel zo. Maar als je dus vanuit de courant de James Kennedy visie kijkt, dan moet je toch ook zeggen van ja, maar die redelijke stemmen hadden nog genoeg invloed om die radicalen een beetje te temperen. Er is geen communistische revolutie gekomen bijvoorbeeld, ja. Vertel jij mij als historicus wat ik allemaal... Op momenten waarop het begon te piepen en te kraken in de Nederlandse geschiedenis, vat ik even jouw verhaal samen. Ik ben helemaal met die these van Kennedy ook wel eens. Dat de elites meebogen met de revolutionaire of radicale eisen die werden gesteld. Om zelf ook in het zadel te blijven. En vergeet niet om te voorkomen dat ze ouderwets zouden worden. Ze waren bang eigenlijk. Elites zijn altijd bang geweest om ouderwets te worden in Nederland. We hebben natuurlijk een vrij egalitaire samenleving. Dat gaat wel terug tot de middeleeuwen. Ja. Waarbij er niet heel veel adel was. Waarbij de rijkdom soms wel bij dezelfde families terechtkwam. Ja. Maar die ook weer vervolgens gedeeld werd. Was relatief egalitair. Als je kijkt naar andere landen waar echt klassenmaatschappijen bestonden. Die veel meer geïnstitutionaliseerd waren. Bij ons was Nederland is ook een klassenmaatschappij, vergis je niet. Klassensamenleving. Maar tegelijkertijd ontkennen we dat. Is het in onze cultuur heel sterk dat we dat ontkennen. Ja. En dat iedereen maar gewoon moet doen, dan doe je gek genoeg. Even simpel gezegd. Het is ook waar, hè? Het is niet alleen miskenning. Het is ook waar dat we in mindere mate klassensamenleving zijn dan Engeland of Frankrijk. Zeker, het is ook gewoon waar. Absoluut. Maar we doen nu alsof er helemaal geen klasse is. Dat is niet helemaal waar. Dat is een andere discussie. Eens. Waar ik ook ga verder. Echt uren over kan praten, want dat is heel boeiend. Ja. Sociale verschillen en sociale status in Nederland. Ook. Ja. Maar die bestuurders, die willen graag blijven zitten. Die moeten het zootje ongeregeld in de polder, moeten ze een beetje zien te managen. En die zijn eigenlijk, wat daarbij helpt is veel praten en een beetje meebuigen. Om te voorkomen dat je breekt. Een beetje zoals een riet, zoals het riet meebuigt. Mee buigen of breken. Ja. En dat is... Dat is anders dan in Frankrijk en Duitsland? Ja, daar is toch een autoritaire traditie. Gert heeft hier een boek over geschreven. Ja, dit zijn geen... Nee, zeker. Kijk, dit zijn geen beredeneerde oordelen. Je hebt hier echt empirisch onderzoek naar. Ja, wel. Maar je moet oppassen met dat soort generalisaties. Want je hebt het over een soort van cultuur of een volksaard. Om het woord maar even maar toch. Te gebruiken. Dat is wel heel gevaarlijk. Niet essentialistisch. Je hebt cultuur ook in de betekenis van gewoon gedeelde gewoontes. Je hoeft niet meteen associaties met etniciteit te hebben. Nee, maar binnen Frankrijk, binnen Duitsland...
ook genoeg verschillen om weer daar om die generalisaties een beetje te nuanceren. Maar wat je bijvoorbeeld hebt gehad, daar schreef ik mijn proefschrift over, over 1848 in Parijs en Berlijn. Dat mensen proberen om clubs op te richten, democratische clubs, om zelf politiek te gaan bedrijven. Ja. Eigenlijk proto-politieke partijen op te richten. Een soort forum voor democratieën. Nou ja, allemaal. En dan van links tot rechts, vooral links. Dat was de revolutie van de democratie en vrijheid van meningsuiting en vrijheid van drukpers en zo. Ja. Heet jouw boek niet ook Club, Koorts en Revolutie? Ja, dankjewel. Heel goed. Een mooie titel. Club, Koorts en Revolutie. Ja, dus kort, daarmee geef je aan dus dat iedereen zich toen ging verenigen. Iemand in Parijs zegt ook op een gegeven moment, het is gekkenhuis. Elke scholen en kazernes en theaterzalen zijn politieke vergaderingen. Ja, ja. Dus het is een clubkoorts is gegaande hier. Oh, ja. Zo kort waarvan je net zei van ja, dat is vooral heel Nederlands, maar toch zie je dat dus ook in Frankrijk bijvoorbeeld in die revolutietijd. Ja, dan komt het even op en dan wordt het wel weer met harde hand autoritair, wordt het neergeslagen. En wat er in Nederland gebeurt is, nog voordat in 1848 zijn er helemaal niet zoveel clubjes in Nederland. Maar dat mag ook niet, hè, trouwens. Dat is ook verboden. Dat is wel, maar nou ja, althans, ze moeten toestemmen. Thorbecke, die zegt eigenlijk van het moet kunnen. Ja, dan dus 1848 is heel essentieel voor het ontstaan van politieke partijen. Die komen pas in de jaren 10, 20 jaar later komen die echt pas op. Kuiper, in ARP. ARP was de eerste natuurlijk, ja. Dus dat is een traditie die in dat zie je in heel Europa wel. Maar ik heb het gevoel dat in Nederland die revolutionaire eis was toch vooral ook dezelfde eisen werden gesteld. En de bestuurders hier, zeker Willem II, de koning, die nog op dat moment veel macht had, die laat Thorbecke die grondwet herzien. Dat gebeurt al. En daarmee levert hij zelf macht in. Dat deelt hij al mede in begin maart 1848, terwijl in Parijs en Wenen en Berlijn en veel andere plekken de barricades komen worden. Ja. En in Nederland, is wel heel belangrijk in Nederland gaan ze naar de Kneuterdijk toe en gaan ze Thorbecke en anderen gaan ze op de schouders heffen. En de koning gaan ze toejuichen en bejubelen omdat hij zo modern is. Maar even een ophelderingsvraag. Hè? Want in die tijd dat dus Thorbecke zegt dan eigenlijk, ja, ministers worden niet alleen maar benoemd door de koning. Dus de Eerste Kamer zit niet meer. Was het nou de Eerste Kamer? Nou, anyway. De Eerste Kamer wordt getrapt verkozen. De Tweede Kamer wordt direct verkozen. Ook toen al. Vanaf 1848 direct met census kiesrecht. Ja. Dus, en dat betekent dat niet iedereen. En de ministeriële verantwoordelijkheid is ingevoerd. Niet iedereen mocht stemmen. Census kiesrecht. Nee, alleen rijke mannen mochten stemmen. Ja. En dat is later verwaterd tot in 1917 het algemeen kiesrecht kwam. Ja. Maar mijn ophelderingsvraag gaat meer hierover. Dat we gaan dus van een koninkrijk. Dus een hele sterke koning. Mm-hmm. Die grote greep heeft op wat er in de politiek daarna gebeurt. Ja. Dus heel autocratisch in die zin. Zeker. En dat democratiseert in de zin van dus dat wordt door bepaalde mannen opgestemd. Dus het is een enorme emancipatoire ontwikkeling. Mogelijk gemaakt door Thorbecke die alweer teruggrijpt op die 1815 grondwet. Maar goed, dat brengt ons veel te ver. Ja. Maar nog steeds is dat natuurlijk nog wel een elite die dan aan de macht komt. Ja. Daar wilde ik even over vragen. Zeker, hoe zat dat in de perceptie in Frankrijk en Duitsland? Was men in Frankrijk en Duitsland ook tevreden met zo'n klein stapje emancipatie? Ja, het is een heel groot was stapje. Was men tevreden? Nou, het is geen volksbeweging, dat bedoel ik. Dat komt pas met Kuiper. Dan zit je echt 30 jaar... Nee, 40 jaar later. Wat dan als volksbeweging wordt gezien in Frankrijk is dan vooral een clubje van een paar honderd mensen in Parijs. Dat vinden ze al een volksbeweging natuurlijk. Dus revolutie is natuurlijk iets wat altijd uitgevoerd wordt door een kleine groep mensen. Zeker die mensen die echt bereid zijn de barricade op te gaan. En zichzelf hun leven te geven voor hun idealen. Dat is een heel klein groepje hoor. Maar de grotere beweging was wel dat er hervormingen moesten komen. En dat was de Europese beweging. Maar was Nederland evenzeer als in Frankrijk in Duitsland en andere landen. Duitsland was overigens nog niet eens één. Hè. Dat is ook meteen een poging om Duitsland één te maken. Het Frankfurter parlement, dat mislukte. Maar het ging niet zozeer om dat de monarchie moest worden afgeschaft of de koninklijke macht moest worden ingeperkt. Dat was wel een consequentie, zeker in Nederland, van die grondwet. Maar het ging er vooral om dat er een bepaalde hervormingen zouden worden doorgevoerd, waardoor eigenlijk modernisering, democratisering was een eis. Dat betekende niet dat iedereen nou zomaar in de politiek actief kon worden. Dat hoefde niet per se. Dat is eigenlijk in de decennia daarna gekomen dat politieke partijen ontstonden. Ja. Waar, dat werden de emancipatiemachines. Daar kon je namelijk als arbeider of als vrouw zelfs kon je lid worden van een politieke partij. Ook had je geen stemrecht, kon je wel activistisch worden. Die partij was jouw vehikel in Den Haag. Die was de representatie eigenlijk. De behoefte aan politieke representatie is iets wat in heel Europa in die tijd leefde. Ja. En wat ook een beetje afgekeken werd van Amerika, hè, waar al die democratische republiek bestond. Mm. Waar elke publieke functie ongeveer al verkozen werd vanaf het eind van de 18e eeuw.
En nu even de hele grote lijnen. Heb je nou het idee dat we nu, dat er een sentiment, dat we weer in zo'n revolutionaire tijd zitten? Gisteravond stonden er weer tractoren op de Dam. Ja. Je hebt echt, ik bedoel, vergis je niet, je zou zelfs in Wilders wel het einde van het partijstelsel kunnen zien. Ja. Aan de andere kant, ik snap ook je nuances ook in het boek over, dat Geert maakt ze zelf ook trouwens wel van, hoe democratisch is de PVV? Oké, ja, dat is touché, dat klopt, dat valt ook heel erg tegen, maar niettemin, het verzamelend potentieel van grote partijen, zeker middenpartijen, is wel weer aan het veranderen. Ja, misschien dat NSC weer een andere afslag neemt, maar is het niet zo dat het toch ook echt, zitten we niet toch ook in zo'n grote revolutionaire clubkoortstijd? Je vraagt verschillende dingen tegelijk. Ik vind het als historicus moeilijk om de geschiedenis van nu te meteen, of als de claim dat ik weet hoe de historici van de toekomst hierover gaan schrijven. Ja, maar wat ik wel denk, dat je beetje speculeren. Over die partijen. Donald Trump, Emmanuel Macron en Geert Wilders lijken heel erg op elkaar. Emmanuel Macron heeft namelijk met zijn... ik zat al te denken, zeg je Emmanuel Macron? En met zijn en marche heeft hij het bestaande politieke stelsel in Frankrijk behoorlijk opgeblazen. Oh. De Parti Socialist en ook de Republikeinse Partij van Sarkozy zijn eigenlijk gefragmenteerd, gedecimeerd, omdat Macron met een nieuwe beweging kwam. Trump heeft eigenlijk de Republikeinse Partij helemaal overgenomen. Oh. Hij heeft zelfs door Hillary Clinton te verslaan ook de Democratische Partij echt in de chaos achtergelaten, zou je kunnen zeggen, in 2016. Nog steeds zie je met de huidige verkiezingen, als Joe Biden tegenover Trump wordt aan het eind van dit jaar, dan eigenlijk de meest krankzinnige stembiljet wat je kunt voorstellen. Ja. Maar je ziet dat daar dat misgaat. Even los, laten we niet over... Ja, je ziet dat het misgaat. Je ziet dat die politieke partijen daar niet meer van zijn wat ze Maar jouw punt is, het is nu ook internationaal. En Wilders blaast met de PVV in zekere zin. Laat hij zien in ieder geval dat je helemaal geen ledenpartij nodig hebt. Je hebt geen brede volkspartij nodig om een volkspoliticus te zijn. Dus wat dat betreft, als je het hebt over het verandering van partijstelsel, nog even los van revolutie, verandering van partijstelsel, zitten we daar middenin en is Wilders een voorbeeld. FVD zou dat ook kunnen zijn als ze een leider hadden die wat meer gedisciplineerd was en wat zinniger overkwam. Nou, dus er zat goud in handen natuurlijk met Baudet. En het electoraat wat ze hadden aangesproken in 2019. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet meer gaat gebeuren. Maar stel dat, dan zou het kunnen dat de Forumland, om het even zo te noemen, dat ook een nieuwe, moderne, innovatieve vorm van partijvorming is. Waarbij je mensen juist hyperactief betrokken zijn in plaats van... Of over betrokken zijn en met een eigen app en een eigen gemeenschap, een nieuwe zeil. Waar persoonlijkheid in... Wilders laat zien dat je juist helemaal geen partij nodig hebt om groot te worden op dit moment. Oké, mooie vergelijking. Je laat trouwens wel zien dat persoonlijkheid er ook toe doet. Hè? Dus in deze biografie, het is een politieke biografie, maar Geert Wilders is iemand die ook wel in de gouden kooi van de politiek zit. Hij is onderdrukt, heeft hij ook over zichzelf afgeroepen, maar hij kan nergens heen. Dus hij wordt voortdurend beveiligd. Ik geloof wel door 11 beveiligers. Dus, maar hij is ook het karakter voor, want hij is ook hij is ook helemaal niet zo van het vele vergaderen en veel contact maken met mensen. Dus hij kan zo overleven. Je kan van Thierry Baudet, kun je inderdaad afvragen, is hij de persoon? Heeft hij het karakter om rustig en tolerant op te treden? Of is hij toch te veel, zeg maar, uit op een soort, een soort feestje overal, waar hij soms ook buitenin zich optreedt? Ja. En bij Macron vind ik dan weer meer een... toch meer een Rutte, hè? Meer een... Zeker. Ze verschillen allemaal enorm, hè? Snelle sociale jongen. En Trump is natuurlijk ook weer een heel ander persoon. Hij is ook weer een heel specifiek persoon. Die lijkt wel op Wilders op zijn gevatheid, hè? Bijvoorbeeld dat Wilders dan Kaag en Hekse... politieke stijl, heel snel die woorden die mensen dan... En Twitter gebruiken als campagne-strategie. En juist daardoor veel minder geld uitgeven dan andere politici aan je campagne. Dat hebben ze allemaal gemeen. Maar er zijn natuurlijk enorm in karakter. Wat een heel mooie is, waar je me nu op brengt, wat ik nog helemaal niet gerealiseerd had, is dat eigenlijk inderdaad... zo'n persoonlijkheid is eigenlijk van zo'n politicus is ongelooflijk belangrijk. Je ziet dat het echt iemand kan maken en breken. En het is maar net de tijd. Zo'n tijd vraagt ook om bepaalde persoonlijkheden. Ja. Toen Rutte aan de macht kwam, was het heel erg het type Rutte. Met ook Hoekstra en die jongen en dat soort typen van, die, van die managers. Ja. Dat was wat er na Balkenende blijkbaar gewenst was. Wat in ieder geval opkwam als... Nou, op zo'n manier kon je... Een soort evolutietheorie. De fittest was op dat moment was dat type manager. Maar het had alles te maken met Wilders. Dus ik denk dat omdat Wilders zo radicaal was, zocht je iemand die verschillende politieke kleuren bij elkaar kon houden. Dat kon alleen op abstract niveau. Dus het werd manager van managers. Ja. Dus zonder Geert, geen Mark.
Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik denk dat het een heel goed punt is. In ieder geval, en Geert is ook weer een toonbeeld van een onderstroom in de maatschappij natuurlijk. Hè? Of de uitingsvorm daarvan. Ik heb ook wel heel vaak geroepen, lang geleden al, van maak je niet zo zorgen over Wilders of over Baudet. Dat zijn de symptomen van de kwaal. Je moet de kwaal zelf bekijken. Ja. Dat zijn onrustig. Maar op een groter abstractieniveau gezegd, is het toch altijd de vraag in de geschiedenis voor mij. Daarom lees ik graag biografieën van, heeft het individu invloed? Hè? Ja. Of is het toch het proces van modernisering, gecombineerd met culturele en historische lijnen, dat eigenlijk bepaalt wie wat doet? Dus bestaat er eigenlijk vrijheid? Ja, er zijn historici die zeggen, in de 19e eeuw was het heel erg van, nou, het zijn alleen maar de individuen en de grote Thorbecke en de grote Kuiper. Ja. En later ging het alleen nog maar over het kapitalisme of de democratisering of de modernisering en de grote bewegingen. Ja. En dan heb je nog die evolutieluidjes die zeggen van, nou, het is vooral allemaal heel erg veel toeval. Ja. Het is natuurlijk een mix van deze dingen. Je moet en op het juiste moment in het juiste land, op de juiste plaats. Heb je wel eens de gast gehad, Stijn Hofhuis? Ja, die is ook wel eens hier geweest. Ja. Die heeft een hele interessante interpretatie. Een enorm interessante historicus. Die dus een soort cultureel darwinisme als theorie heeft. En die zegt allerlei fenomenen. Hij heeft dan in zijn proefschrift op de heksenjacht toegepast. Ja. Fenomenen die in de loop der tijd steeds weer oppoppen. Op verschillende plekken, in verschillende samenlevingen en tijden. En die dan toch gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Dat zijn eigenlijk fenomenen die zich als memes, die zich uiten, die tekenen van een cultuur die zich, die zich aanpassen aan de tijd. En dat heb je met politici, met de persona's, om het even academisch te zeggen, van de politicus, heb je dat volgens mij ook. Memes zijn een soort ideeën, die vreten zich dan in je hoofd en die blijven dan leven. Dus het idee van een bepaalde preoccupatie met migranten of Europa, of dat kan van alles zijn. Hè? Die gaat dan dus cultuur op een DNA-achtige manier begrepen. Maar ik ben zelf meer van de grote biografieën. Stijn is hier geweest, was een heel leuk gesprek. Ik vind het ook heel leerzaam. Evolutietheorie ook. En heb je ook volgehouden dat de individu toch onderscheidend is? Nou ja, ik ben ook een onderzoeker. Maar zeg je dat? Ik vind het gewoon een interessant vraagstuk. Het is interessant om te bestuderen. Als je bijvoorbeeld de biografie van Kuiper leest, dan denk ik echt, ja, Abraham Kuiper heeft echt Nederland een bepaalde richting opgeduwd. Hè. Die heeft echt het einde van het 19e eeuwse liberalisme van het Nederlandse de Nederlandse woke overheid toen eigenlijk. Was hij de Wilders of de Trump van die tijd? Ja, hij was echt ook wel een populist. Absoluut. Als je het zo op die manier wil definiëren. En hij heeft natuurlijk die verzuiling mogelijk gemaakt. De VVD'ers van toen en de socialisten die wilden dat helemaal niet. Nee. Dus hij heeft eigenlijk Nederland op een bepaalde manier gekerstend in zijn model. En dat is toch, zonder hem. Ik weet niet in welke mate dat nou gebeurd zou zijn. Maar ik denk toch dat hij heel veel invloed heeft. Maar bijvoorbeeld bij die andere vernieuwer van de grondwet, Thorbecke, daar had ik toch sterk het idee dat hij de toekomst naar het heden haalde. Dat hij heel degelijk geordend nadacht over hoe een rechtsstaat eruit ziet. Ja. En dat hij helemaal op zich ook als individu helemaal geen groot stempel op de tijd drukte, maar dat hij gewoon dat op een geleerde, overtuigende manier deed. Hij was eigenlijk de machine die de hele constitutie voorbracht natuurlijk. Ja. Dat was ook geniaal wat idee, maar op zich met weinig. Ik vind hem ook qua persoonlijkheid een hele stijve, saaie, degelijke man. En een waanzinnig mooie biografie, lees hem, van Remy Gaerts. Ja, zeker. Ja. Die hier trouwens ook vaker is geweest. Thorbecke wil het. Ja, Thorbecke wil het. Maar je hebt natuurlijk ook mensen waarvan je wel. Dus bijvoorbeeld zo'n Kuiper, waarbij je dus het idee van die zet toch. Die grijpt in de geschiedenis. Bij Wilders heb ik meer het idee van, die overleeft ook of zo. Die overleeft. Dus dan Pim Fortuyn valt en dan gaat hij er weer vandoor met. Maar het is ook heel raar iemand heeft een bepaalde visie. Wat Wilders goed. Kijk, Wilders is geen briljant denker, denk ik. Als ik hem. Ik wil niet gemeen te doen of zo. Maar ik denk niet dat hij een briljante filosoof is met een eigen politieke ideologie. Nee. Hij moddert mij wat aan, maar hij heeft wel bepaalde principes. Ja. En ik denk dat hij zichzelf ook nog steeds ziet als een liberaal. Dat vinden denk ik veel liberalen lastig. Maar ik denk dat hij zichzelf wel ziet als een liberaal die echt strijdt tegen een heel groot gevaar. Iets waar we eigenlijk overigens veel te weinig over praten meer. Want er was een tijdje natuurlijk best wel een islamdebat. Over wat is de positie van de islam? Hoe verhoudt hij zich tot het vrije Westen en tot het christendom en et cetera? Weet je? En natuurlijk ook tegen, na 7 oktober zeker, tot het jodendom en tot Israël. Maar daar hebben we eigenlijk iedereen was een beetje islammoe. Ja. En Wilders bleef maar op dat aanbeeld slaan. Ja. Ook omdat hij niet anders meer kon natuurlijk. Maar ook omdat hij, ik zeg het ook in het boek, hij heeft een beetje de martelaarsrol aangegeven. Ja.
hij leidt voor onze vrijheid. Is een beetje wat het beeld wat hij uitstraalt. Want hij heeft geen leven eigenlijk. Ja. De islam heeft eigenlijk zijn leven al vergald. Omdat hij al 20 jaar bijna geen maar ja, heeft hij ook, ook aan zichzelf te danken natuurlijk. Ja. Hij leeft in onvrijheid voor de vrijheid van anderen. Ja. Dat is het gevoel wat hij uitstraalt. Ja. Dat hij impliciet ook overdraagt. En waardoor hij ook veel mensen aanspreekt. Ja, dat denk ik ook. Dus ik denk dat dat martelaarschap, als je dat vergelijkt met het leven van Thierry Boudet. En dit is een concurrent van hem, maar dat is veel meer de flamboyante... wijntjes drinken, show en zo. Ja, het is geen witte wijnsippen, de elite, maar wel op een bepaalde manier komt het gemak... Ibiza vliegen of naar Amerika. Ja, nee, dat is niet, dat heeft niet die authenticiteit van Geert Wilders. Dat zie ik ook wel, ja. Dat is interessant. Ja, die martelaarsrol, die doet er echt toe. Persoonlijkheid en boodschappen moeten overeenkomen, moet ik zeggen. En daarom zeg je het natuurlijk, want we hadden het over heb je als individu impact. En je ziet wel dat hij dan, om het maar even keurig te zeggen, authenticiteit heeft. Ja. Omdat hij belichaamt wat hij... De persoon en de boodschap vallen, of de persoon en het politieke doel vallen samen. Ja. En dat is eigenlijk iets wat natuurlijk... je kunt wel tijdelijk, zoals het Baudet dat in het begin heeft gedaan, goed ophouden dat je voor de gewone man en vrouw opkomt. Maar uiteindelijk ziet iedereen ook wel dat je eigenlijk op ze spuugt en dat je op ze neerkijkt. En dat, je bent daar heel kritisch nu over Baudet. Ja, maar dat heeft hij toch ook wel verdiend, gezien hij de teleurstellende verloop van FVD. Ik bedoel, ik was goed met een bevriend en ik heb nu al een paar jaar niet meer gesproken, even voor de transparantie. Ook geen rancune naar hem. Het is een hele leuke vent. Als persoon. Maar ik denk dat hij de democratie geen dienst heeft bewezen de afgelopen jaren. Dat vind ik jammer, want onze democratie kan wel dat goede jonge aanstormende politici gebruiken. Ja, denk ik ook. Even kijken hoor, afrondend. Wat zijn nog de... We hebben echt veel besproken. Jij gaat een boek schrijven over de Founding Fathers. Dat zijn ook individuen. Dat zijn ook... Is dat ook de invalshoek? Dat je ons wat gaat vertellen over wie Jefferson was? Of is het... Nee, ik ben al jaren bezig met het boek over Founding Fathers. Maar dat gaat eigenlijk over de Nederlandse invloeden. Hoe zij door Nederland beïnvloed zijn. Door ideeën en praktijken uit Nederland. Oh, ja. Van het plakkaat van verlating tot ook de ideeën van John Locke. Die in Nederland woonde in de Republiek. Ja. Toen hij zijn belangrijkste teksten schreef. Tot de invloeden in Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Nederland. Nederland, hè, New York, op politiek en juridisch vlak. Ik hoop het dit jaar af te ronden, want het is wel echt een verkiezingsjaar. Nou, dat boek, dat geloven we, je komt dan natuurlijk terug om het te spreken. Graag. Maar de inhoud, laten we nog heel even over de inhoud. Maar het gaat ook wel, Want dat is toch wel een ronkende hypothese. Jij gaat dus toch eigenlijk zeggen dat er veel invloed was vanuit Nederland. Zeker. Kun je een klein beetje al... Een kleine tip van de sluier. De werktitel is Amerika, dat zijn wij. En het gaat er eigenlijk over dat het Calvinisme in combinatie met een vrijheidszin en een soort egalitaire samenleving. Ja. Wij lijken heel erg op Amerika, hè? Of Amerika lijkt heel erg op ons, zou je kunnen zeggen. Op Nederland vooral, van alle Europese landen. De Britten zullen zeggen dat het op Groot-Brittannië lijkt, maar dat is eigenlijk niet zo. In een paar aspecten, Calvinistische moraal, keihard werken en tegelijkertijd ook een soort zedenprekerig gedrag. Dat hebben de Amerikanen met de democratie gedaan, het gidsland willen zijn. Ja. Dat gaat nu, de Pax Americana staat nu echt op instorten, hè, in de wereld. De positie van Amerika wankelt echt totaal. Mijn betoog is dat als we de democratie willen redden, dat we dan echt heel anders moeten gaan kijken naar de houding die Amerika heeft aangenomen de afgelopen eeuw. Hm. Als het gaat om in de wereld, als die politieman de democratische rechtsstaat overal brengen. Ik denk dat je dat op een heel andere manier moet aanvliegen als je de democratie wil behouden. Want op deze manier werkt het niet langer. En Nederland is natuurlijk een heel klein landje en we hebben heel weinig in de melk te brokkelen tegenwoordig. Maar hij is wel diezelfde traditie doorlopen van de ontwikkeling van die ideeën die aan de basis van de Verenigde Staten van Amerika liggen. Die eigenlijk ook al in de Republiek der Verenigde Nederlanden zichtbaar waren. En dan heb je het over vrijheid, over een bepaalde waardering voor de rechtsstaat, voor verlichting natuurlijk. Er zijn ook wel grote verschillen. Dus bijvoorbeeld enorm. Dat zij dus beginnen als rechtsstaat echt. Dus op een gegeven moment, dus die Founding Fathers, die echt die structuur, een soort Thorbecke moment. Ja. Dat hebben ze dus al voor de Franse Revolutie, nou ja goed, een paar jaar ervoor. En ze hebben altijd een enorme, misschien calvinistische, maar toch enorme weerzin tegen de staat gehad. Dus het is ook altijd daarmee een soort Wild Westen gebleven.
met relatief lage belastingen en ook een enorme sociale klasse, omdat er geen verzorgingstaat. Hoe kijk je daar dan naar? Want Nederland is toch wel heel erg verstatelijkt. Ja, klopt. Dat heeft ook iets te maken met schaal, denk ik, hoor. Dat Nederland zo klein is natuurlijk. Zit niet zozeer in onze genen. Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet, omdat het toch een land is van ondernemers en... Wat wel zo is dat schrijf ik ook in het boek Gemeente in de Genen met Wim Voermans, is natuurlijk dat het feit dat dit land bevochten moest worden en bewaakt moest worden voor het water, dat het ook wel betekent dat je moest samenwerken. Dat geeft een hele egalitaire, letterlijk in de polder, maar een hele egalitaire sociale structuur, omdat je iedereen helpt elkaar, anders kun je geen dijken bouwen en gemalen en zo. Ja. Dat betekent wel dat de overheid is van iets van ons. Ja. Gemeente zit in de genen. Het bestuur zit in ons in de genen. Ja. Dus dat is iets van iedereen. En dat is in Amerika is dat inderdaad iets wat veel meer op je eigen terrein, op je eigen range. Maar dat zou ook kunnen verklaren waarom in Amerika dus de Democraten en de Republikeinen echt anti tegenover elkaar staan. Ja. Terwijl eigenlijk Geert Wilders, die zou in een coalitie moeten kunnen, want je moet er samen uit kunnen komen. Hè? Ja. Dus het is toch die mentaliteit van in principe, nou dan maar gedogen. Ja. Dus tot slot denk je dat er is er een redelijke kans dat er toch een coalitie zou kunnen zijn met zo'n radicale partij als de PVV? Zeker. Want in Amerika zou dat niet kunnen, toch? Daar heb je echt dat enorme verschil. Ja, maar dat heeft ook te maken met districtenstelsel en dat je dus twee grote partijen hebt die tegen elkaar strijden. Dat hebben wij gelukkig niet, want ik ben erg voorstander van meer keuze in de democratie. Ja. Van nuance en van gedeelde macht. Dus geef mij maar een meer partijenstelsel zoals in Nederland. En uiteindelijk zul je zien, ik denk dat er een paar hobbels al genomen zijn. Of het deze formatie wordt, weet ik niet. Want ik weet echt niet of die vier eruit gaan komen. Daar durf ik echt geen zinnig woord over te zeggen. Maar wat in ieder geval mogelijk is, Wilders heeft al een paar dingen van tafel gehaald. Er zal misschien een eis komen dat hij zijn partij moet gaan democratiseren. Dat wordt heel lastig voor hem. Ja. Maar andere eisen heeft hij zich al wel heel erg bereidwillig getoond. Zeker als al nu duidelijk is dat hij geen premier wordt. Wat ik al voorzichtig denk op te vangen in de wandelgangen. Ja. Als dat al afgesproken is, dan kan het zo een extra parlementair kabinet worden. Hm. De vraag is dan met wie. Maar het leukste wordt natuurlijk dat die politici dan in de Tweede Kamer blijven zitten voor meer vuurwerk. We gaan het zien, Geert. Dank voor het schrijven van het boek. Wat ik eruit meeneem is wel echt ook nog veel. Dat heb ik al gedeeld met jullie. Onder andere dus dat het niet alleen dus die democratisering van die partij is. Want zo ondemocratisch vind ik hem eigenlijk ook niet. Hij laat best wel zegt best wel van tegen Martin Bosma. Nou, wil jij de mediakritiek hebben, doe jij met de mediakritiek. En tegen Fleur Agema zegt hij best wel van wil jij met zorg, dan bemoei je me daar niet mee. Mm. Dus ik vind het niet zo ondemocratisch. Ja. Maar ik vond zijn bestuurstijl, daar leg jij de vinger op. Ja. Dus dat hij toch vanuit angst opereert en mensen tegen elkaar opzet, vuile spelletjes. Dat had ik toch, dat is toch... Ik ben het niet zo eens over die democratische, maar hij laat mensen laat ze bloeien, maar als ze maar niet te hoog groeien, dan maait hij ze af. Dat is een beetje de bestuurstijl. Je hoeft toch niet intern per se democratisch te zijn om wel een zinnige rol te spelen in de democratie natuurlijk. Dus mensen moeten ook niet denken dat ik Wilders per definitie afscheid. Het is een ras parlementariër. Het is een fantastische. Hij heeft iets ook heel erg knaps neergezet. Er zit ook heel veel respect en bewondering achter wat ik schrijf over hem. Maar je moet wel onder ogen zien dat het ook wel... als je wil weten hoe de worsten gemaakt wordt, dan moet je ook onder ogen zien hoe smerig dat kan zijn af en toe. Ja. Mooie slotwoorden, maar ik wil toch aan het eind nog even stilbestaan bij het feit dat het een slothoofdstuk is geweest in een boek van Meinert Venema. Een vriend van jou, academicus. Ja. Hij is hier ook vaker geweest, dus... Het is maar mooi dat hij het geschreven heeft. En geweldig dat jij op zijn schouders bent gaan staan. Dat is een grote eer. Ja, inderdaad, dat heb je mooi gezegd. Ja. Dank voor het kijken. Laat ons weten wat je ervan vond. Over de verschillende delen. Ook het belang van het individu in de wereldgeschiedenis. En de meer kleinere dingen. Wat jullie denken van de coalitie die gaande is. Het zal toch nog wel 2 weken duren voordat we daar meer over horen. Dus speculeer erop los. Ja, leuk. Word lid van ons kanaal. Geerten, dank voor je komst naar Leiden. Dankjewel, Jelle.